The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. I'm here on your way. Zorg! As it ergens over moet gaan. Zend the list in! Not the face! Give us a 10. overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to de AA! Onze gast van vandaag leerde ik kennen tijdens de nu mythisch geworden Spot Night in de Bourla Schouwburg in Antwerpen begin jaren 2000 als onderdeel van het komische duo Wannes en Dries. Grappige jongens, lekker absurd en muzikaal, maar niets in mij kon vermoeden dat één van hen zou uitgroeien tot één van de grootste songwriters van het Nederlandstalige lied. Zijn band Het Zesde Metaal, waarvan hij de oprichter, zanger, frontman en main songwriter is, is inmiddels een instituut geworden in ons land. Nummers als Naar de Guy, de Notto en ik, en uh, in het bijzonder Ploegsteert, scoren stevast uitstekend in jaarlijkse toplijsten. En de band staat al jaren garant voor uitverkochte tours en passages op alle grote festivals. Buiten muzikant is hij ook acteur en scenarist. Hij maakte theatervoorstellingen met onder andere Wouter Depree, Christine Hemmerechts, Sarah Moens, Manu Kersting en Isabel Van Ecke, om er maar een paar op te noemen. En in 2015 speelde hij Wantje in de succesreeks Bevergem, waar hij ook co-scenarist van was. Ook voor de reeks Grond schreef hij samen met Dries Heineman en Zuzu Benchika het scenario. Hij speelde ridder Joris in de ketnetreeks De Zoon van Artin, Waar hij samen met Tom McRae ook de titelsong De Langste Nacht voor schreef. Samen met pianist Nicolas Callot uh, voorzag hij nieuwe uh, West-Vlaamse teksten voor liederen van Schu Schubert en Mozart. Amai, deze blijven, even allemaal lange mannen. Uh, hij voorzag ze van een West-Vlaamse jasje, wederom uh, uitverkochte tournees overal. Dat is hem al jaren gewend. En in 2021 bracht hij het boekje Heersers, een getuigenverslag over taal en dominantie, uit bij Lano. En op de dag van deze opname ligt de nieuwste boreling van het zesde metaal, het langste jaar. Ik zal hem zelfs even laten zien met prachtig artwork en hele mooie foto's. En zelfs teksten waar de West-Vlaamse woorden vertaald worden naar het Nederlands, zodat ook in Holland en de rest van Vlaanderen iedereen weet waarover het gaat. De tournee is traditiegetrouw al lang uitverkocht, maar gelukkig zit de Main Man vandaag bij ons. Welkom, Wannes Capelle. Dankjewel. Uh, dat is een hele mond vol. Ja, dat is altijd, hè, Maar ik vind dat tof dat je, dat je het zelf niet moet zeggen. Ja. Dat vind uh, ik altijd leuk. Dat mensen niet zeggen: zeg, en is dat dan uitverkocht wat jij doet? Zo, dat, dat vind ik altijd ja, zo. En kunnen daarvan leven? Ja, je die vraag nog? Gebeurt dat nog van tijd tot tijd? Uh, minder, minder. Het is, het is al even geleden, <laughs> toch? Ja. Nee, dat is inderdaad zo. Ik moest er nog aan denken, maar de allereerste keer dat ik u leerde kennen, was inderdaad op die spot night in de Boela samen met Dries Helze. Zeker dat jij een duo had en dat was zo wat absurd en er zat ook wat muziek in. Dat was zo, jullie deed zoiets, dat weet ik nog, dat je op u sloeg of zo en dat jij tonen maakte mee waar dat die drumden eigenlijk op u. Die drumde popcorn, tetetetetetetetet, Ja. Ik, ik maakte een geluid, hij sloeg en ik zei A. Ah, en dan deed hij zijn oksel boven mijn neus en dan zei ik eh, A. Ja, ja. En dan was zo A, 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 Ja, juist, ja. Want die zo, deed dat ja. snel want dat weet ja. ik nog. Want de gollen had dat volledig onder de knie dat stuk. En ik weet dat dat nog redelijk indrukwekkend was, want ik zat daar zo naar te zien en dacht: fuck man, deze is wel zot zo. Er waren wel dingen die mij daar waren blijven hangen, maar die kenden u dus echt alleen maar daardoor. In het begin, hè, in de toen ja, beginnende comedy scene in ja, België, denk ja. ik. En uh, daarna ja, had ik natuurlijk niet door. Dat, dat met zesde metaal, dat dat allemaal ging worden. Uh, ik ook eigenlijk nog niet. <laughs> toen. Maar ik was, wel, ik was toen. Eigenlijk uh, al als singer-songwriter. Ik be beschouwde mezelf uh, eerder als singer-songwriter. Mm -hmm. Maar ik was dan ergens door uh, iemand gevraagd om, om een voorstelling of iets te doen. Maar het moest meer zijn dan alleen liedjes. Het moest zo'n kruisbestuiving zijn. Dat was begin de jaren 2000. Was kruisbestuiving. Alles moest kruisbestuiving ja. zijn om subsidies te, uh, te krijgen. <laughs> <laughs> en dus uh, heb ik dan uh, mijn liedjes kruisbestoven met uh, um, de. Ja, de zotte geest van Dries Helsen, die ja. uh, een klasgenoot bij mij, van mij was op de Kleinkunstafdeling. Uh, mm -hmm. En daar hebben wij ons rot geamuseerd met daar ja, sketchjes eigenlijk te maken tussen, tussen liedjes. Hij schreef ook uh, ja, grappige liedjes in, t, in, t, uh, in het Nederlands. Um, wij hadden elkaar eigenlijk voor het eerst ontmoet op, de, uh, op het Interfacultair Songfestival. In, uh, dat klinkt in al Leuven. ongelooflijk. We... we hadden alle twee in Leuven gestudeerd voordat ja, ja. we toneelschool deden. Okay. Wat had en... jij gestudeerd daar? Ik had godsdienstwetenschappen gestudeerd. Ah, dat just, ja, dat, ja. En dus ik trad daar aan. Als... Dat bestaat echt? Dat bestaat echt. Eigenlijk, ik dacht dat dat zo'n een, een cynische omschrijving ging zijn van, uh, De, met... van, van dingen. Van uh, hoe heet hem nu weer? Allee, Rick Torfst. Uh, ah, nee, dat uh, je, dat je alleen uh, denkt, uh, ja, Rick Torfst, uh, godsdienstwetenschappen. Ja, ja. Mijn zoon zei het mij ook uh, van de week. Zeg, mm -hmm. dat, dat kan toch niet? Godsdienst en wetenschappen, dat is toch tom een keer de, uh, tegengestelde. Mm -hmm. um, maar ja, het tegenstelde. Wat moet daar ik daar me daarbij voorstellen dan eigenlijk? Wat is godsdienstwetenschap eigenlijk? Is dat gewoon een studie van alle godsdiensten? Of van het christelijke geloof in algemeen in het specifiek? Of, uh... Je hebt eigenlijk uh, twee je hebt vergelijkende godsdienstwetenschappen. Dat kun je bijvoorbeeld in, in Gent, denk ik, ook studeren. Uh, en dat is dus echt gewoon. We, we staan als buitenstaander te kijken naar de verschillende godsdiensten. In Leuven is godsdienstwetenschappen echt vanuit de, de christelijke traditie kijken we naar, mm. ook naar anderen. Uh, maar eigenlijk, je bestudeert eigenlijk je, je eigen traditie zo grondig mogelijk. Ja. En van daaruit ga je in dialoog met anderen. Wat was eigenlijk de. Zit jij heel. gelovig of, of niet? Of... Ja, ik kom natuurlijk. Ik ben opgegroeid in West-Vlaanderen. In ja. een zeer. Ja, redelijk traditionele omgeving. En uh, zo misdienaar geweest. Uh, omdat we dan op kamp mochten en zo. En uh, dus. En eigenlijk. Um, mijn buurman was. was zo. Uh, ja, die, die ging altijd helpen in de kerk. Um, mm -hmm om boekjes in te steken aan de kaarsen in, in de... We hebben zo'n soort Lourdesgrot in Wevelgem ook. Uh, de kaarsen <laughs> daar gaan vervangen. En ik als kleine gast ging daar altijd mee mee. Ja. En uh, ja, dus, dus ik ben eigenlijk zo tussen de... Toch tussen de pasters en de nonnen uh, uh, opgegroeid een beetje. Ja. En waardoor dat je als... Ja, ja, ik zie het op foto hier. ja, Hopla, ja. ja, ja. <laughs> Voilà, inderdaad. Okay. Daar ben ik dus... Ontelbare keren geweest. We, ik, we hebben nu al geleerd dat elke keer als je iets raar ziet, dat dat echt bestaat. Want ik dacht zo: Loer de Schrot. Dat zal ook weer zoiets zijn. Dat is een beetje een loer de Schrot in Wevelgen. Dat <laughs> ja. Ja, is letterlijk daar. Ja. Zelfs die, die, die Maria-beeldjes die je daar ziet, mm -hmm. um, dat heb ik met mijn, uh, mijn buurman Arie um, uh, ja... Opnieuw schilderen. Hè. Om de zoveel tijd moest dat een nieuw laagste verf krijgen. Ja. En maar dan, uh... mogen we toch even vragen, want dat is ja. zo'n foto die nogal gekropt is. Is, dat, is dat naast gewoon lintbebouwing of is dat echt in een park? Oh, dat is echt tussen, tussen de gebouwen gepropt eigenlijk. Hè. Want uh, uh, inderdaad, die, die achtergrond. Het geeft zoiets uh, zuiden van Frankrijk, maar dat is het dus niet. Dat is totaal nee. niet. Dat is eigenlijk uh, aan deze kant, ja. moeten we eigenlijk voorstellen, staat de kerk. Ja. En links staat de gemeenteschool waar ik uh, um, ben uh, naar school gegaan. Ja. En, en nog wat verder is, uh, stopte onze tuin. <laughs> dus dat zit wel echt tussen de huizen ingesloten. <laughs> ja, dat zou je niet zeggen dat je die foto ziet. Nee. Wat ik ook van verschoot, trouwens, dat was uh, met die met die uh, wat is dat, de Pascal. Uh, die dat zo die, die, die dat filmpje gemaakt hadden over die, die reeks over Lourdes en zo dat die zo mee, ah, Pascal en, en, en dingen uh, van Jan van Eyck van, van de Kreuners uh, Jan van Kreuners en die, 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 die dan liet ik was er nog nooit geweest in Lourdes dus ik heb dat eigenlijk alleen gezien in die documentaire maar dan heb je door hoe gigantisch groot dat die grot zo gezicht eigenlijk is hè? dat is zo'n soort ja bijna een gigantische aula waar ze honderden mensen naar binnen rollen dat is echt zo'n industrie ja, ja. dus eigenlijk is dat in Wevelgem nog meer zo hetgeen dat je inbeeld bij hoe de loerdeschrot zou moeten zijn ofzo. als je de echt authentieke ervaring wilt hebben moet je naar Wevelgem moet... <laughs> het is sowieso wel dichter dat is sowieso ik vind wel zo toen ik dat las van van godsdienstwetenschappen we zijn allemaal wat dezelfde leeftijd zo jaren zeventig geboren toen dachten maar nu denk ik wel zo van, ja, eigenlijk is dat wel een coole richting om te doen, omdat het, het leunt heel hard aan bij heel veel dingen waar je nu mee bezig bent, toch? Het is met sociologie, het, is het sociale, het filosofie. maatschappij, filosofie. Ja, ja. Absoluut, je krijgt heel veel filosofie. Uh, allez, wij zaten heel veel samen met de, de richting filosofie ook. Mm -hmm. um, inderdaad, wat je zegt, sociologie, ethiek. Um. Allee, Alles wat je nu over schrijft, zit op een of andere manier, denk ik wel. Nu snap ik het. Ja, 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 absoluut. Het enige wat... wat, wat allez, je gaat ook echt in op de, ik zeg maar, de dogmatiek en zo. Echt mm -hmm. de, en de liturgie, al dat soort dingen. En dat, dat interesseerde me eigenlijk veel minder in eerste instantie. Um, dus dat, dat pakte ik er wel bij of zo. En toch terwijl we dat aan het uh, bestuderen waren of zo, vond ik dat dan toch wel weer interessant om. Om te gaan kijken, zo, dat symbooldenken of zo in de, in de liturgie, wat, dat, wat dat al die, die dingen willen zeggen, die, die, die hostie en, en, en die kruistekens en, en, en al dat soort dingen. Mm -hmm. eigenlijk, eigenlijk is dat best wel interessant om daar eens uh, dieper op in te gaan en, en, en de geschiedenis daarachter te leren kennen. En wat, wat, omdat, alleen, we zijn daar ook mee. Mee omringt, overal waar we rond ons kijken, of zo. Onze, heel onze omgeving is ook gevormd door, die, door de geschiedenis van de katholieke kerk. Dus heel in veel zin... van ons denken ook. Ik denk dat ons ja. moreel en ethisch besef en al vijeve veel dingen, zelfs als je zegt dat je niet gelovig bent, je ontkomt niet om die een enorme invloed dat dat heeft gehad op, op de de wereld wordt Ste je je inderdaad sterker zelfs ik had er ja. toevallig van de week met een collega een gesprek over als bijvoorbeeld uh, als we nu zeggen over Vlaamingen, Vlaanderen, we hebben zo het gevoel om te zeggen van ja, wij zijn niet meer gelovig. Mm -hmm. Maar als ze dat ...bijvoorbeeld bestuderen en ze geven dan een soort schema van... ...en zoveel percentage is moslim... ...dan worden wij nog altijd aanzien als uh, katholieken... ...of wat dat je ook wil ja. noemen. Gewoon omdat wij kunnen dat wel zeggen, dat wij atheïstisch zijn... ...maar daar gaan generaties over. Blijkbaar moeten er drie, vier generaties over zijn... ...voordat je echt volledig gedetacheerd bent van dat geloof. Snap je? En dat is wat jij dus zegt... Het is land dat je wilt zeggen. Nee, dat, dat 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 gij... en wat jij zegt als... is... ...wat wij doen ja. is letterlijk gebaseerd op... Een christelijke opvoeding. Maar ja, ja, ja. mogen beweren we weer aan wil. Ik geloof er niet. In. Ik vind het belachelijk. Mm -hmm. God vergeten heeft er niet om geholpen. Maar nog zal het lang duren voordat je kunt zeggen dat wij dat het geloof hier niet meer zou bestaan. Ja, sterker nog, ik, denk, ik, heb, ik heb ook een gevoel dat dat op bepaalde vlakken weer terugkomt. Hè? Dat voelt dat je dat, dat door, 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 door meer en meer in het Westen atheïstisch te zijn, zo gezegd, Dat er nu een hele beweging is dat zegt. Ja, we zijn aan het kwijtraken wie wij zijn, moreel en ethisch gezien, we moeten terug naar. Nor die christelijke waarden of naar dat soort dingen. Ja. Dat er, omdat je zo toch mensen hebben altijd de neiging, denk ik, om een, een soort gat op te vullen. Als ze niet godsdienst hebben, dan wordt het ideologie. Dan gaan ze iets anders verzinnen, een soort groter doel of groter idee om het allemaal aan op te hangen. Dan hou ja. vast. Hè. Dat je toch voelt dat dat wel op een of andere manier altijd in ons leven wel zit, denk ik. Het, het maf is... ik heb mijn thesis gemaakt over uh, desecularisatie. Uh, dat is eigenlijk een woord. Dat eigenlijk niet, niet, niet bestond. Mm -hmm. Maar je had de, de theorie van secularisatie, zegt dat hoe moderner dat de samenleving wordt, hoe minder dat religie een rol speelt. Mm -hmm. He, hoe, um, en dat is iets waar we eigenlijk altijd wel van overtuigd waren, zeker hier in het Westen. Maar die theorie gaat niet op. Bijvoorbeeld als je kijkt naar Amerika, daar mm -hmm. is de uh, godsdienst echt. Allee, dat is nog uh, in God We Trust. Ja, die staan ja, ja. nog altijd op, op de ja. bankbiljet. Allee, zo. Um, dus dat, dat, dat klopt eigenlijk niet en, um, dus eigenlijk degene die de theorie van secularisatie had beschreven heeft eigenlijk zelf zijn theorie onderuit gehaald door met de term desecularisatie dus te komen van ja, dat klopt eigenlijk niet um, de, en dus was dat ook de, de conclusie dat je, dat je wat was eigenlijk de, conc de conclusie, conclusie was dat eigenlijk West-Europa de uitzondering was en niet de regel ah. ja, 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 ja. Ja, ik snap het. Ja. Je kunt dat soms denken. Dat is ook het funnige eraan. Hè? Dat je soms kunt denken, omdat dat nu net uw directe omgeving is, dat dat geldt voor overal. Maar ja. eigenlijk zitten het redelijk uitzonderlijk. Hè? Ja. Ja, dat is tot. Wat, wat ik ook uh, tof vind, om, uh, omdat we iemand hebben die echt godsdienstwetenschappen gestudeerd heeft. Ik heb ooit zo vroeger uh, zo van die muziekstudies, zag je zo ja, van Vlaamse polyfonisten, maar zo echt heel lang geleden. Maar wat ik altijd fascinerend gevonden heb, en dat hebben we allemaal moeten doen als je op college zat: dat is de liedjes. En ja, ik. De, de, als je zelf zinger-songwriter bent. Wat was, heb je daar ooit over nagedacht of dat moeten bestuderen? Waarom dat je zo pastoors heel je leven lang? Onmogelijke zanglijnen ziet uh, proberen te parlandoen. <laughs> met heel rare uitge. Uh, de, al, dat is elk, er is iets heel raar en toch klopt het. Want ja. die, het lijkt alsof zo niet te kloppen, maar hij eindigt toch altijd op, op de juiste. Op zo'n noot ja. die je allemaal kent of kunt aanvoelen. Ja. 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 Maar die, ja, die Gregoriaanse gezangen of zo bijvoorbeeld, dat, ja. dat heeft iets heel. Uh... Dat, dat heeft iets meditatiefs, dat mm -hmm. heeft iets betoverend um, bijna. Dat, vroeger was het, um, allee, in de tijd van Gregoriaanse gezangen, was, was uh, meerstemmigheid en zo. En, en te rare sprongen of zo, dat was dus duivels. Ja, Uit, dat ja. mocht echt niet. Ja, dus, ja, ja, ja. Um, de, de polyfonie, alleen dus meerstemmige muziek, dat is echt een, een, een revolutie eigenlijk geweest in, alleen dat is een revolutionaire ontwikkeling in de in de muziek geweest. Dus dat dat, dat iets, ja, dat moest iets heilig, iets sacraal hebben. En... Had jij dat gekund, kunnen, moest je ooit een pastoor zijn geworden, moest je het traject, had, had, um... had, had je, dan tot je maal, tot maal en dan. Uh... <lacht> <lacht> maar ik moet zeggen, Allee, ik heb die, wel... die, valt, die valt nog mee, want je nou je kind, maar je hebt er zo'n paar zo God onze oh, Heer no, 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 en dan dan, no, no, no. dan gaan die zo naar ja. noten dat je denkt, maar wie ja. komt daarop? ja, ja um... God toch niet dat kan niet dat, <laughs> God... <laughs> dat kan niet maar God, God zou misschien ik... misschien God wel is ze zeggen toch altijd dat de duivel dat is rock en roll hè dat zijn al uh, de coole nummers die komen vandaar. en al dat raar weird gedoe dat komt van boven ik weet het, het niet. is toch middelmatige songwriting dat is Ja, is toch uh... je, ja dat heeft een <laughs> ander doel denk ik hè? ik denk dat dat het toch een beetje is ja, het, het is he wat je zegt, dat meditatief, dat heel... Het heeft altijd toch... Op mij heeft het altijd toch ergens een betoverende invloed gehad. Ja. Een beetje afhankelijk van welke pastoor het uh, zong natuurlijk. Uh -huh. Het moest... Als het, Enigszins goed gebracht was. Ja. Uh, dat... Je doet daar ook heel weinig uh, dingen. Als je, als je naar optreden gaat en ze zingen vals, dan voel je je bekocht. Maar ik heb dat ook als je zo op een begrafenis komt en tegenwoordig voelde dat die koren die gaan er echt op achteruit. <laughs> oh, ja. Als je zo koren hebt, die, oh, ja. niet... Ik herinner die, die nog zo'n koren en, uh, en als een als die begrafenis echt, die wel bijgedaan. gedaan hebben. En als, als, die die echt, dacht... als die echt vals beginnen zingen ja. of zo, dan is dat wel dat ik denk: ja, maar het gaat hier niet meer over die kist. Heel, oh, die, heel die kerk. Heel die kering zo'n tikken. <laughs> Zet dat af. Ja, zo van... Fuck, Ja, het is... Ja, en uh, ik, ik kom... Als ik in de kerk kom, is het meestal nog in West-Vlaanderen ook dan, omdat... Uh, ja... Inderdaad, voor een, voor een begrafenis of... of uh, en uh, dan treft mij ook altijd... Er is ook zo'n... Ja, veel ze worden opgeleid in Brugge, denk ik, uh, uh, en... Zo die, alsof ze allemaal dezelfde leraar Nederlands gekregen hebben, die ook uh, zegt, uh, geil, het, voor het geil van de geer. <laughs> <fijen> uh, <laughs> uh, <ze>, en <laughs> en nu, nu was het uh, iets dat mij trof, dat is zo overcorrectie van de West-Vlamingen. Ja. Uh, dan kwam er, uh, zeiden ze, uh, gelieve, gelieve de gsm-toestellen uit te plaatsen. <laughs> Zo, gsm-toestellen, alsof als, als dat gsms of zo niet verstaanbaar zou zijn. En dan uitzetten, ja, zetten ook van, zetten, nou dat is verzekerd dialect. Eh, plaatsen, dat is mooi Nederlands. <laughs> dat is verzekerd dialect. <laughs> <laughs> dat is toch fantastisch, ja. Want maar ik, ik, maar dat is ook dingen, uh, die Izard, die deed er zo'n k stuk over, over dat je zegt, halleluja, in, in de westerse... Kerk, hij had het dan eerder, eerder over Church of England, maar dat is ook ja. zo'n afsplitsing om ja. van Hendrik VIII. Maar dat was zo. Dat, die zegt dat is de meest onenthousiaste hallelujah dat er bestaat. Hè. Die zegt als je naar, naar, een, naar een kerk gaat in Amerika, zo'n zwarte kerk of zo, waar die echt allemaal aan het zingen zijn, dan voelde bijna de verhevenheid hè, dat iedereen in extase was en dat in een soort viering en feestsfeer. En dan is dat Halleluja. Dat je zo denkt: My God, deze is echt verschrikkelijk. Schrikkelijk, hè? Dat is toch zo iets dat zo eigen is precies, aan die cultuur bij ons, dat dat allemaal zo wat ingehoudener moest Absoluut. zijn? Of... Absoluut. Ik vond het contrast zeer groot. Ik was een paar jaar geleden in de, in de kerk in Wevelgem, en daar was een Afrikaanse priester, en, en dat confronteerde mij enorm met hoe... Ja, je voelde die, die mens... Allez, daar straalde zo ja. levensvreugde vanaf en dan al de rest. Zo, al de gelovigen in de kerk echt met, zo, zo... Een gezicht tot aan de grond en naar beneden kijken en, en zo... En als je zingt, met je mond zo dicht mogelijk en zo. Ja. Dacht, ja, wat een, uh, wat een contrast, hè. Ja. Terwijl als je wel, pas op, ik snap wel wat je bedoelt. Als je zo echt een Gregoriaans koor hoort, je dat dat kei goed Dat ja, ja. klinkt wel fantastisch. Dat is, fantastisch, ja, hè? Dat dat is heeft ook wel ja. echt iets heel uniek of zo. Hè? Ja. Dus het is ook een beetje te, hoe zeg je dat, te kort door de bocht om het alleen ja. maar af te doen. Dat is vreselijk. Maar. Maar je hebt toch wel nooit het idee, als je denkt aan kerkgezangen bij ons, van Amay, dat is uh, een gokkies opzetten. Zeg. Dat koop ik een CD van. Ah, wel, dan, kon ik, dan, kon ik, dan kon ik mijn platenkastjes mee vullen zeg, met dat soort stuff. Uh, wat ik ook een, een toffe vond in uw, in uw klassieke uh, bio is: De vierde van vijf kinderen. En ja. dan denk ik echt, dat staat er voor een reden niet. De vierde, doe, dat is zelfs niet de middle child. En ook niet de jongste. Dat is, de vierde ja, ja. van vijf. Ik kom als vrouw iets mega cliché vraag, maar was er aandacht voor jou? En wel, uh, als ik dat aan mijn moeder vraag, mijn moeder zegt, maar hier wordt weer een eerste kind. Uh -huh. um, omdat er twee jaar tussen zat, tussen mijn. Oudere zus en ik, maar twee jaar, dat is niet veel eigenlijk. Nee. Uh, wij waren met vijf kinderen op zes jaar tijd. Dus voor mijn moeder was twee jaar dat tussen was een... twee kinderen. Was... Oh. vakantie. <laughs> vakantie, hoe ging dat een ook afstand. Weer. ja. ging oh. um, dat Maar ik was echt, ik was wel, ik was wel echt een mama's kindje in de zin van. Uh, ik herinner mijzelf ook levendig, en de buren in de straat herinneren zich, zich dat ook levendig. Mijn zussen moesten mij echt naar de kleuterschool trekken. Hm. Ik, ik, uh, ik plantte echt letterlijk mijn hielen op het voetpad en dan trokken ze mij zo voort. Hm. En dan stonden de buren zo te, te kijken, van wat is dat met dat kind? Alsof ik uh, mishandeld werd of zo. Terwijl ik ging op zich... Wel graag naar school, denk ik, maar het was het moment dat ik weg moest van mijn moeder of zo. Ja. Dat, dat was. Uh, dat was uh... En ik herinner mij ook dat ik eigenlijk als kind heel snel dacht dat ik te weinig aandacht kreeg. Mm -hmm. Vandaar <laughs> <laughs> mijn beroepskeuze uh, later, denk ik. Uh, Tafelspringer. Maar of dat, uh, dat echt zo was, dat, 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 daar zou ik graag eens terug kunnen als objectieve. Um, vlieg op de muur nog eens terugkeren naar mijn jeugd en dat is zien van... Wat ligt dat aan... aan, aan ja, dat ik gewoon een grote uh, honger naar aandacht had. Want familiefeest... Als stel jullie... Ervan uitgaande dat de familie nog oké okay is en alles, maar als jullie familiefeest doen, komen jullie samen... Zijn, jij dan, zijn jullie dan stillen of, of... Wat zijn uw broers en zussen? Zijn dat, hebben die andere keuzes gemaakt? Um, mijn, mijn broer is drie jaar ouder en uh, die, die is eigenlijk... Die was... Helemaal in het begin was hij pianist van het zesde metaal, de, ah, de okay. eerste versie. Okay. Ja, hij was eigenlijk de, degene die het muzikaalste was thuis. Uh, die, die eigenlijk, waarvan iedereen zei van die gaat iets met muziek doen. Um, hij is burgerlijk ingenieur ge geworden. Ik heb, ben op mijn uh, 15 of 14 gestopt met de muziekschool. Dat ik zei aan mijn ouders: alsjeblieft, ik ga nooit iets met muziek doen, mag ik alsjeblieft stoppen. Dus dat is anders uitgedraaid. Um, en nu treedt hij zelf ook op. Die, is, die heeft eigenlijk een heel late roeping, maar die is nu eigenlijk ook als singer-songwriter uh, aan het optreden. En uh, is dat helemaal anders dan wat jij doet? Dat lijkt er zodanig op eigenlijk dat de eerste keer dat hij mij iets doorstuurde, dacht ik dat ik naar een nummer aan het luisteren was dat ik zelf had ingezongen en dat ik het niet meer wist. Oh. <laughs> dus echt, <laughs> alleen hij heeft zijn stemtimbre ja, ligt gewoon heel dicht bij dat van mij. En. Uh, en ja, we hebben hetzelfde dialect. Maar ook de en, stijl is dan, de, de, het is ook dezelfde muzikale invloeden. Wel, ja, we hebben, hebben altijd samen op de kamer geslapen. Dus wij, wij zetten als de ene muziek opzette, luisterde de andere mee. Dus mm -hmm. in die zin ja, zijn wij toch wel. Uh, zijn de gelijkenissen wel groot. Um, maar ik bedoel, hij doet zijn eigen ding ermee en zo. Maar helemaal in het begin was dat, was dat, was dat echt schrikken van, amai. Um... Ik vond dat wel heel, uh, heel mooi, eigenlijk, in uw boekje. Dat jij schreef als jong manneke dat jij een mega fan wordt van uh, Willem Vermanderen. En dat dat voor u een enorm voorbeeld was. En iemand waar je mee zit opgegroeid. Maar dat jij ook zo tegen uw eigen zei. Want dat is. Wel grappig dat jij net zegt, ja, mag ik alsjeblieft stoppen met die muziek, want ik wil er niks mee gaan doen. Ja. Maar eigenlijk, als je jonger wordt, had jij gezegd, ik ga die zijn muziek verder zetten. Ja. Zodat mensen dat niet mogen vergeten, of dat ze niet mogen... Hè, ja. Dat dat niet de vergetelheid in mag gaan, wat dat die man gemokt heeft, ik ga die zijn werk verder zetten in de dingen die ik doe. Ja, ik voelde dat echt als een, een grote... Uh uh, roeping eigenlijk van stel dat Willem Vermanderen sterft of niet meer kan optreden wat als als niemand dan nog die liedjes zou horen ja dat <laughs> Heel raar. Dat is wel een weirde manier van denken als je zo jong zit. Hè? Uh, ik vind dat ja. toch omdat Ik vind dat ook heel raar als ik daar naar terugkijk ik ik letterlijk uh, was ik was ik zijn ...liedjes dan aan het herschrijven, want ik kon dan ook nog niet uh, denken... ...dat ik dat gewoon zou kunnen coveren, want dan dacht ik van, als hij... ...als Willem Vermanderen zingt over zijn tante, tante Madeleine... Ja, ik heb geen tante Madeleine, dus kan ik dat niet zingen, dus moest ik dat dan... ...moest ik daar tante Maria van maken en... en uh, <laughs> Dan moest ze niet in Brussel wonen, maar in Wevelgem. want... Allez, zo. Dus ik paste die teksten al klaar aan voor <laughs> Voor het geval, voor van. Het geval <laughs> <laughs> dat ze zouden bellen van wanneer dus het is het moment. Hey, even tussen acties. Ja, het is niet dat hem ook niet lijkt op u. Hè? Ah kijk, wauw, ja ja, 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 dat is hem. Uh, ja. Inderdaad, um, ja, hij heeft zijn een band het onderspit genoemd? Ja, ook een goede een goeie goeie naam, het, on het onderspit. Ja. Ja. Dat is ook al wel direct humor. Ja, 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 maar ja. hij heeft er zeker humor voor. In, in het uh, in begin coverde hij dan ook altijd ploegsteert. <laughs> dan met, de, dat met moet de mededeling dat hij dat eigenlijk zelf geschreven had. <lacht> de... <lacht> dat is wel grappig, want dat, dat lijkt mij ook wel. De, de... Als je een broer hebt en je hoort die zingen en dat klinkt gelijk, en die is een songschrijfstijl, omdat hij uiteraard dezelfde geschiedenis heeft. Ja, ja, ja. Komt kaart overheen. Dat is allemaal logisch. maar is er dan iets in dat denkt: hé, hey, uh, hallo? Of, of vind jij. Ja, wel, helemaal in, in het begin dat hij ermee begon, zat ik eigenlijk juist. We waren toen aan een plaat bezig en dat ging moeizaam, zoals elke plaat. <laughs> dus dat, dat je zo: ho, je bent aan het schrijven en je bent niet content met wat je hebt. En en, uh, en ik kwam ze op een feestje bij, bij eigenlijk de, het, het oude Zesde Metaal. De, dat was eigenlijk een vriendengroep eigenlijk. Um, en we, we zitten samen. En, en, uh, en ja, op het einde van de avond, mijn broer pakt zijn gitaar vast. Ja, ik heb een paar liedjes geschreven en die speelde zo'n paar liedjes. En, en ik had eigenlijk geen één nieuw liedje waar ik al content van was dat ik kon spelen. En dan dacht ik, even het paniek van. Ik heb het niet meer. En mijn broer... Zie, die heeft het en die, het. die, gaat, het, die gaat het hierover En pakken. al de rest zit te kijken en denkt... Oh, we hebben een nieuwe zanger en een nieuwe zongraker nodig. En die klinkt toch bekend zelfde, ja. dus we kunnen hem al even gooien. Dus dat, toen, toen was het even uh, paniek, uh, terwijl... Ja, nu, nu denk ik... Al, ik ben eigenlijk heel blij voor hem. Hij is uh, burgerlijk ingenieur van, van opleiding en... en uh, Geeft les en zo. En ik voel dat dat uh, echt uh, een, uh, wel een uitlaatklep is voor hem om te gaan optreden. Dus, uh, ik heb hem al, hij heeft uh, een paar maanden geleden heeft hij in ons. Wij, we hebben een café thuis. Uh, we hebben een huis gekocht waar dat er een café aanhing. Okay. En is daar uh, komen optreden. Dat was heel tof. Alright. Maar dat is geen echt café. Nee, we, we doen het, ja. uh, maar het is een oud café, zo'n uh, van 1931, een art deco wow. café, dat helemaal stond te verloederen en mijn vrouw had zoiets van, oké, okay, ik ga hier een project van maken en ze heeft dat helemaal terug in de originele staat hersteld en omdat dat een café is, dat, dat, dat de, de mensen in, in de gemeente wel kennen en iedereen zo zegt, oh ja, maar ik ben er nog geweest en, uh, Vonden we dat, dat we daar niet gewoon onze living konden maken en dat we dus uh, één keer per maand of zo, hey, een beetje afhankelijk van mijn agenda, uh, doen we er een, een optredentje. Of, wow. oh dat zal toch, en dan ja. kan iedereen gewoon komen zien en dan ja. is die een toog dan ook open. En ja, 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 dan, iedereen, dan, dan ja. staan mijn vrouw en ik achter de toog, oh, zijn wij cafebaas. Je hebt eigenlijk een, 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 een podium. Ja. ja. Um, uh, ik heb er ook zelf al uh, try-outs gedaan. Als ik een try-out ah, ja. wil doen, dan begin ik eerst thuis. Dat is wel perfect. Uh, dat is ja. heel, uh, en dat is met een privé-ingang. Dus uh, ik wil zeggen, dat is een afgesloten... Dat is er raam, maar tegelijk ook afgesloten. Het is niet als je er dat je ondertussen ook je slaapkamer passeert. Nee, of, uh, nee uh, maar je <laughs> komt wel... Als ik, als ik thuis kom, dan kom ik via het café uh, in Not mijn binnen. huis. Ja. Oh, dat is wel graaf. <laughs> ah, cool. Maar dat is, ja, sorry dat we nou zo gefascineerd zijn, maar dat is wel ja. echt... Dus als ik, de, je kent niet direct iemand nee, dat een café onze noodzakelijke heeft. Het voelt alsof je de, de tap ook altijd klaar zou, <laughs> well, Dan We zitten weer aan het denken, die nattermen, wat <laughs> ja, dat gaat ja, ja, zou doen zo direct. Uh, schat, ga je ook eten? We <laughs> hebben uh, een in de living, dat is eigenlijk de vraag. <laughs> well, het is wel zo dat wij tegen de kinderen moeten zeggen: van allee, ga een keer ga in het café zitten. Zo. Uh, um, wat u daarbij bezig ja ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ze doen daar als ze muziek moeten studeren of zo, dan gaan ze een instrument moeten spelen. Zitten ze in het café. Dat is wel tot... oh. Welke instrumenten spelen uw kinderen? Uh, Viool en cello. Oh. Je, dat was in het begin. Mijn dochter speelt piano. Ja. Maar die wou ook zo eerst. Die twijfelde tussen viool en piano. En wij hadden <laughs> alle, alle twee zoiets piano. piano, ja, ja, ja. Viool, dat is gruwelijk, dat je dat niet kunt spelen. Kunnen ze het al goed nu? Zijn ze nu al wel... Uh... Ja, dat begint wel te komen. Maar dat, dat is inderdaad. Dat is heel lang hè, dat dat duurt. Mm -hmm. uh, onze jongste is uh, in tweede kleuter begonnen met, met viool te spelen omdat de, de, de mama van een vriendje uh, viooles gaf. En, en je had daar heel snel interesse in. Hij wou dat, wou dat dan doen? Um, en die, die, die kan echt wel uh, toon houden nu. En, mm -hmm. Maar dat blijft uh, corrigeren. Hè. Dus ja. hij hoort het wel als het vals is. Maar ja, die vingers moeten dat ook. Leren en bij elk nieuw Nou, dat stuk is deed ook dat geen dan fret zo... dan, hè? dus je, nee. je moet het echt zoeken. Hè? Dat is ik denk dat, als... dat dat een van de ergste jobs is om uh, viool te geven in het eerste jaar. <laughs> ik, zeg, ik heb hem altijd doordopperen Ik dat ik ik kan toch ik niet. Heb dat nogal verteld, ik heb hem al verteld, ik heb ook mijn muziekacademie-traject en dan zo, als je deed, dan een jaar notenleren en dan van het tweede jaar mocht je dan spelen en dan hadden we één jaar muziek dan en dat was zo'n ting op het einde van het jaar, mocht je dan stoeven, laten zien wat je kon. En ik deed aan saxofoon, maar dat is al van het gemakkelijkste wat er is, op laag niveau. Want ui, dat is geklepte, dus wij begonnen al de Muppet Show en papadapadap, -pa, de hele klas op z'n En dan moest er zo, ja, diegene die viool gedaan had, ja. En wij, Maar ja, natuurlijk, na drie, vier jaar schoten die ons erbij, want die waren ook allemaal veel muzikaler. Want dat is wel een... een op hoog ja. niveau is alles moeilijk, maar ja, ja. Dat dus is gewoon, ja, dat is... Je moet een gehoor hebben en je moet alles. Maar ik weet dat ik dacht: in het begin is dat afzien. Ja, piano dus... is instapgewijs ook minder vervelend als het vals is hè, of als je een verkeerde noot speelt. Dan, dan een viool, hè? dat gaat door midden ah, ja, heen ja, als je daar... De juiste knop ja. is goed, hè? Ja, ja. terwijl ja, ja. De, juiste, de... de juiste fret op viool viool... Dat bestaat zelfs niet, maar de juiste plek is niet altijd... Ja, en dat luistert heel nauw. De, de, het, um, ja, de hoogtepunten ieder jaar zijn voor mij... Uh, alleen, zijn niet de, de concerten van de strijkersklas. <laughs> oh, want dat is... Ja, die... die, die ja, die moeten ook voor het publiek uh, ja, ja. leren spelen. Hè? En, en... Zijn jij een eerlijke mens? Dat is pittig, dan, dan zit ik daar toch. Zeg jij eerlijk dan? Jij... <laughs> well, eerlijk, ik ben te te tegen mijn kinderen, maar ja, ik bedoel, uh, als je daar als publiek zit, wordt uw mening ook niet gevraagd of zo. Geapplaudiseerd nee, ja. uh, en, en gemoedigd de, de mensen. Aan. Well, ik zou het niet beter kunnen, hè? Uh, maar uh, nee, aan mijn kinderen ben ik wel altijd streng geweest. Van, Oké, okay, goed, maar uh, dat is wat te hoog of te laag. En zo blijven, van, dat is ook het werk, hè? blijven dat iedere keer corrigeren en oorden dan jezelf. Uh, die moesten ook in het begin moesten die, de liedjes die ze leerden spelen, moesten ze eerst veel luisteren op, op een CD en, en uh, dat het al in hun gehoor zat. Mm. En als ze dan ook voelden van, ah ja, maar die, dat is niet just en dit wel. Mm. Dat ze zichzelf leren corrigeren. Ja, als, als je alleen maar zegt van ja, het is, het is mooi, dan, uh, ja, dan, dan gaat het de rest van je leven zo moeten nee, nee, duren. dat is, waar. Dat is zo. Het is wel, uh, ik, ja, ik, ik, ik wil hem vermanderen nog even. Dat vond ik ook heel grappig dat je die zo playback dan op achtjarige uh, oh, nee. leeftijd. En dat jij ook, er is ook, ook zoiets mooi of, of niet mooi, het is, het is allebei hè. Zo, dat je zo heel idolaat van iemand zijn, je vindt iemand fantastisch en in uw eigen wereld vindt iedereen dat. Ja. En dan god je zo ineens op een podium staan en je denkt: ach deze is de moment. En ik kan die je volledig meeliepen, want ja. ik ken dat volledig van buiten en ik ben er helemaal klaar voor. En dan merkte dat iedereen de final countdown toch een pak toffer vindt ja. dan Willem vermanderen. Ja, en dan besefte, dan zelfs. Ik, dan besefte eigenlijk ja, dat je een beetje een nerd zei. Um, um, ik, ik vond het heel onrechtvaardig. Ik had, ik had uh, dat liedje zo perfect nagelipt. En uh, mm -hmm. ik, was, ik was ervan overtuigd dat ik ging winnen. Allee, niemand, niemand kon zo goed lippen als ik. <laughs> En blijkbaar had dan de, de, de populariteit van het lied er toch ook iets mee te maken, ja. inderdaad. Ja, want dat want vond ik ook goed dat je dat in mijn boek schrijft. En die liepte dat volledig verkeerd. en trok op niks. Ze voelde het nog van die pagina afkomen. Van er zat nog zo'n soort onrechtvaardigheidsgevoel ja. onder. En wie zei dat? mogelijk. Ja, ja die een trofee die ik dan onterecht niet mee naar huis heb genomen. Want <laughs> dit is er dan wel gekomen. Ja, dat is misschien. Uh, dat is wel, top, dat is wel okay. een, een mooie revanche of zo, misschien. Ja. Ah, wel, dat, dat, op dat moment dacht ik van, ah, maar je moest de. de, zo, de, de... De, de zesjarige wannes, dag geweten hebben dat dat ging gebeuren. Oh, dan, dan en de jury. Echt, uh, look, jury. At <laughs> ja, look, yeah. look at me now! Look at me now! Fuck you, homie, we final countdown. We zijn die eh? Met uh, Europe zou ik ook wel eens op het podium willen staan. Dat staat, is dan wel op. weer wat anders, ja. natuurlijk. Daar kan ja, ik ook, ook nee. niks over zeggen. Ja. 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 Hmm. Hoe was dat eigenlijk om die in ontmoeten te ontmoeten? Nou, zo, want ik kan me wel voorstellen, als iemand zo'n enorme held van u was, als je jonger wordt, hadden er wat schrik van? Of. De eerste keer dat dat. Uh, ik heb hem eigenlijk als kind al, al wel ontmoet, want ik maakte dan tekeningen. Uh, en mijn vader nam me dan mee naar een optreden. En dan, dan gaf ik een tekening af. Zo, dat waren tekeningen over een bepaald liedje of zo dat ik dan gemaakt had. En dan mocht ik dat in de pauze afgeven. Dat, was, ja, dat betekende heel veel voor mij. Maar, maar dat was gewoon alsjeblieft en dank u. En. en en de eerste keer was toen ik. Um, ik was twaalf jaar en ik hoorde op uh, Radio 1. hoorde ik plots reclame voor een programma waar uh, Willem Vermanderen live ging. Uh, een paar liedjes komen spelen uh, bij Fred Brouwers. Ja. En, en, ja. Uh, dan de lange mars heette dat. En ik moest naar. Uh, ik heb dan zelf naar uh, de radio gebeld. En ik had twee kaarten gewonnen. En dan ja, met mijn vader mee. Uh, um, mm -hmm. en we, dat was in Brussel, dus wij moesten natuurlijk zo vroeg. We wilden daar op tijd zijn. Hè. Zo, mensen die uit een dorp voor de eerste keer naar Brussel gaan, dat was, hè. we <laughs> gaan een halve dag op voorhand vertrekken. Uh, dus wij waren daar veel te vroeg. En uh, eigenlijk in een café in Brussel was dat. En Willem Vermanderen zat daar al. Uh, en Fred Brouwers, en voor de rest uh, wat technici en zo. En Willem zat daar soep te eten en dan mochten wij bij hem aan tafel schuiven. Um, ja, dat was, dat was ongelooflijk. Uh, ja. en, Um, dan zijn wij. denk de volgende keer dat ik hem ben tegengekomen was als we op de Gentse feesten speelden met zesde metaal, helemaal in het begin met onze eerste plaat nog. Uh, we waren nog niet zo bekend, maar wij mochten spelen voor Willem Vermanderen op uh, het Sint-Jacobs in Gent. En, uh, en ik had toen mijn stoute aangetrokken uh, en aan Willem gevraagd. Wil je niet een liedje komen meezingen met, met ons? Zo, ook niet bij stilgestaan, dat dat ook niet zo evident was. <laughs> maar op dat moment dacht ik, van ja, die gaat dat toch doen. En uh, ja, oeh. Ja. <laughs> zo muzikanten die uh, zo in elkaar succes moeten uh, gaan delen, oh ja, ja. Ik ben nog niet zo aan... Uh, wil Thura doet dat ook? Dat was toen een tijd van Tura Lura. Uh, ja, zo. Just, ja, ja, ja. Oh. En, en ik was toen uh, eigenlijk was toen een beetje verontwaardigd dat hij dat niet wou doen. Zo, ja. uh, en achteraf denk ik van ja, natuurlijk. Allee, ja. Zou ik dat ook niet zomaar, uh, zomaar uh, gaan doen? Alleen zeker niet als ze dat uh, zo twee uur voor het optreden. Komen vragen, <laughs> Komen Ja. ja. Vragen. ja. Dat is dan een mooie quote, hè? Dat is echt een coole quote. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is, de, dat is de heilige drievuldigheid voor u eigenlijk. God de Vader, Jezus en Willem vermanderen. Dat was als kind ja, dat is echt waar. Die stonden op, op, op dezelfde hoogte. Um, nu ja. Heeft uh, je, wat heeft u nu geleerd uh, qua ja u houden als, als, als artiest? Hij heeft uh, wat ik ik van, van hem. Ik, ik heb van hem vooral uit uh, twee dingen misschien geërfd. Uh, dingen van, van... Je moet je niet aantrekken wat de rest denkt. Doe maar gewoon. Allee, want Willem doet echt gewoon al heel zijn leven zijn goesting en uh, die wijkt daar geen, geen centimeter van af. Ehm... Um... Daar heb ik in, in, vaak zo over nagedacht van, uh, in het begin van mijn carrière. Zo van, dan je, allez, van, van het moment dat, dat het een beetje goed begint te gaan, begin je heel veel vragen te krijgen. Van, uh, eh, of, van, op TV de, of doe je mee aan dat programma. Of, mm. uh, en in het begin dacht ik altijd: van, Je bent geneigd om op alles ja te zeggen. Totdat je zo een keer in dingen zit, dat je denkt: van wat, wat heb ik daar nu zitten doen? Ik zou daar zelf ook nooit naar kijken, naar zo'n programma. Wat, wat zit ik daar dan zelf in te zitten? En in het begin dacht ik van: ah ja, zou Willem Vermanderen dat doen? Ah ja, nee. <laughs> dat, was, uh, dat is wel goed, ja. Dat was in het begin een beetje mijn kompas. What would en, Jesus do? Voilà, <laughs> inderdaad. <laughs> en, uh, en, maar het andere is: de, de, wat, ja, zijn poëzie ergens, uh, hoe dat hij met, met, met woorden, uh, ja, dingen in woorden kon gieten, maar in, in ja, een, ik zeg het, een poëzie die, die ik, ik als kind gewoon altijd waar ik, waar ik door betoverd was. En dat is, allez, als ik zelf poëzie heb in mijn teksten, dan komt dat, dan komt dat vandaar. Je hmm. hebt uh... Godsdienstwetenschappen gestudeerd? Je ja. hebt eigenlijk afgeweken van je muzikaal pad? Of word je nog altijd muziek aan het maken terwijl dat jij dat dan toen wordt? Was dat zoiets dat jij wel bleef doen tussendoor? Of ben je er even echt helemaal uitgestapt? Om dan... Want hè, de stap naar uh, kleinkunstopleiding van studio Herman Terlink is niet zo. Dus zie je niet als de volgende stap nee. als je godsdienstwetenschappen studeert? Ja, ik, ik, was, ik was natuurlijk ik was op mijn 18. Ik was al wel, wat, ik speelde al veel, veel piano thuis. Ik had al, ik had al wel een keer een eigen liedje gemaakt. Zo, uh, um, maar ja, echt, dat, wa, dat waren heel puberale pogingen zoals dat iedereen wel een keer een gedichtje schrijft of alleen niet iedereen misschien. Maar, maar veel pubers mm -hmm. wel denken van ik kan een keer een gedicht schrijven. Al is het maar om naar uw lief of, of, uh, mm -hmm. te schrijven. Dus dat, dat had ik wel. Maar ik voelde al wel zo op een podium, zo in de jeugdbeweging of zo. Uh, als, uh, als we zoiets, uh, een toneeltje moesten spelen voor de kinderen of zo, dan begon, voelde ik wel al van: ah, dat doe ik graag. Ik, ja. ik, ging ook, uh, ik had ook het schooltoneel zo, uh, meegedaan en dat vond ik heel leuk. Uh, in die mate dat ik zelfs eigenlijk op mijn 18 even overwogen had om, om ingangsexamen toneel te doen uh, op de studio Herman Tijlen. Ik kwas hier ook naar de. of daar. Mm -hmm. uh, um, ook naar de. Um, uh, open deurdag geweest en zo. Dus dat, dat, dat zat er al wel ergens, maar ik voelde ook, ik was, ik, ik was echt een laadbloeier. Ik voelde ook, ik ben eigenlijk nog wel te jong. Ik wist echt nog niet goed van welk hout pijlen te maken. En dan was het advies dat ik zo overal kreeg: van... misschien moeten je eerst iets gaan studeren. En dan, dan is dat godsdienstwetenschappen geworden, maar eigenlijk tijdens die opleiding is, is, allee, ben ik echt. Uh, dus vanaf mijn tweede jaar of zo ben ik, of, of mijn eerste licentie, zo het derde, het derde jaar, ben ik echt beginnen optreden hier en daar. Mm. En vanaf dat moment wist ik eigenlijk van. oké, okay, ik maak dat hier nog af, dat dat niet voor niks geweest is. Dat ik gewoon dat diploma heb. En, en daarna ga ik. Uh, ja. ga ik dat is wel. Ja. Dat vond ik ook wel uh, mooi. Dat zo het eerste ding. Dat, dat, dat je eigenlijk een enorm compliment van je vader kreeg. toen je zelf een liedje geschreven had thuis. en dat hij binnenkwam en dat hij zei: wat je er zo nog een paar bij je schrijft dan gaat er, van, gaat er nooit niet meer moeten werken. Ja, ja, ja. Ja, dat is. iedere keer als ik daaraan terugdenk, denk ik: van... wauw, dat, dat is. Uh allee, bij, bij mij heeft dat. dat was echt een, uh, allee, uh, een plantje dat staat te verdorren zo. En dan hebben we er water geven, dat dat, met, nog, met nog een, een beetje um, synthetische voeding erbij, zodat ja. dat echt... substraal ja. ja. <laughs> kwam er niet op, ja. Uh, ja, ja, dat, dat heeft, uh, ja, ik denk, elk, uh, zeker elke uh, jongen of oh, elk kind... Zoekt wel ook bevestiging van zijn ouders. En wel, ik had van alles gedaan. Ik had, ik had gevoetbald, ik had uh, geturnt, ik had ballet gedaan, ik had uh, triathlon gedaan. Nou, op heel hoog niveau, hè, by the way, want uh, jij is een Belgisch kampioen geweest. Triathlon, ja. echt op, ja, had ik echt. Uh, um, en daar, daar hadden mijn ouders zo, die hadden, ja, we waren natuurlijk met vijf en we deden allemaal, we allemaal zo zeven hobby's. Dus mijn ouders kwamen eigenlijk nooit kijken. Dat was zo mm -hmm. van toen maar. En, en had ik, was ik Belgisch kampioen. En, en allee, dat was alleen goed. Maar dat, wa, dat waren niet soort <laughs> ouders die dan het hele goed, he? weekend opofferden en meegingen. Ja. Uh, nee, 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 totaal nee. niet. Daar hadden ze geen tijd voor. En ja, pff, dan, dan had ik zo'n uh, 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 ja, zo liedje gemaakt. En dan echt, maar mijn vader was, ik voelde ook, dat was niet van ik ga hier. Uh, ik ga hem hier een schouderklop gegeven, hij kan het gebruiken, hij was zo precies oprecht, uh, oprecht uh, ontroerd of zo, en uh, ja, dat dat was echt, dat gaf mij enorm uh, enorm veel zelfvertrouwen, zelfs uh, eigenlijk veel te veel, want ja. wat ik toen gemaakt, uh, dat was. Als ik daar nu naar terugluister, allee, ik schaam me daar, weet je? Je ge kent dat nummer ja. nog wel? Ja, ja, ik heb, uh, uh, ik heb dat ook. Uh, ik heb dat opgenomen, de, 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 ja, mijn vader was toen, plots, toen was mijn, mijn vader plots echt zo de, de, de supporterende vader, die zei van ah ja, maar ja, en, en, oh, je moet dat opnemen, en ja, uh, maar ja, we, kende ik niemand in de muziekwereld, dus mijn vader, ah wel, maar Willem, uh, ik ken toch uh, de, 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 de clarinetist van Willem, Ook oh, gaan bellen. Ja. En dan zo, ja, de zoon van Willem Vermanderen, die had een studio in Oostende, ah ja, hup, we gaan hem daar gaan opnemen daar dan zes liedjes opgenomen en dan ah ja oké okay, we moeten nu een cd uitbrengen uh, een cd writer kopen <laughs> okay, dat was dan de, een een goed dat dat goede koper was ja, ja, ja. <laughs> Hup, thuis de cd'tjes branden en zo ja, ja. <laughs> dat is kei goed ja, wat, wat, wat een verhaal dat ja, ja. Maar, en, maar dat is toch op zich is dat ja dat is een ongelooflijk belangrijk moment dan hè. <laughs> ja ja maar, maar dus ja, ik had ik, eigenlijk heel veel zelfvertrouwen. En, en ik had och, Harme, drie liedjes geschreven. En mijn vader had zoiets. Mijn broer speelde dan in, uh, in een bandje al met, met de Wouter Am. de Pre. De met, ja, ja. Wouter de Pre was zanger. Uh, de Rode Hond heette de ja, band. Ja. En daar heb jij ook in gezeten daarna. Uh, uh, wel, ja, toch, hè? De, het zesde metaal, het ja. eerste zesde metaal was eigenlijk De, de Rode Hond zonder Wouter de Pri, maar <laughs> met Wannes Kapel in de plaats. <laughs> Oké. Okay. Ja, ja wat, uh... ik, Dan wist ik niet dat dat een overgang was. Ik wist wel dat ja. je daarin gezeten ja, had. Ja, maar... ja, ja. Ook niet raar. Nee. Allee, zo, er er ja. zitten verschillen bij, maar de Wouter is toch ook niet iemand die niet metaal bezig is. Er zit ook een soort humor in die woorden. Ja. Het is mm -hmm. niet. Jij weg of zo? Nee, nee, maar ja, wij zaten ook allemaal zo in dezelfde school, nee. uh, kwamen elkaar uh, ja. daar tegen. Uh, nee, maar ik vind, ja. wel, ik, ik vind dat wel fascinerend wanneer een, een, een vriendenkring of, of, of een sociaal netwerk, een achtergrond, dat, daar, dat dat toch iets bindt of zo. Ja, ja. ja. Je moet vandaar geweest zijn om dat te doen. Of ja. er zit, ik... Die heeft ook die poëzie in die ja. taal, hè, wat dacht jij ook heel hard hebt. Hij doet dat dan mee, mee, met zijn cabaret en jij doet ja. dat dan daarmee. Dat is een beetje vergelijkbaar. ook Ik vond het ook altijd heel raar dat zo de drie mannen destijds in Antwerpen, dat zo de comedy zo echt Amerikaanse Britse stijl deden. Dat waren drie Antwerpse Britten. Hè. Ja. Dat was een kick, de Nigel en de Thomas. En ja. ja. dat was ook heel weird dat wij allemaal Engelse ouders hadden. Ja, 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 ja. Dat wij allemaal een achtergrond ja. hadden. We waren allemaal opgegroeid met dezelfde dingen en dezelfde invloeden. En je kunt er toch niet helemaal onderuit. Hè. Als, als dat is waar je vandaan komt en dat is de wereld rondom u. Dan... Absoluut, ja. hè, je bent daardoor uh, getekend. Hè. De, ja. de, de, de Klaas de Rue van de zanger ah, van Yevgeny, ja. die kwam. Voor, nog voor de Rode Hond, dat was eigenlijk het eerste groepje dat kwam repeteren bij ons op de zolder. Was, uh, dat was een groepje met Klaas als uh, zanger en mijn broer ook als, als toetsenist. Mijn dus, uh, broer is zo'n <laughs> beetje de. Ja. Is eigenlijk de lijm tussen uh, Wouter de Pree, de um, Metaal en Yevgeny. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Wat, wat ook wel weer stof is, dat is meestal hetzelfde ook dat het dan ook allemaal succesvol is, op zijn manier. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen mm -hmm. dat, dat, dat het niet alleen het, het verbinden is, maar dat je elkaar waarschijnlijk ook wel gestimuleerd hebt en naar een hoger niveau uitgetrokken. Absoluut. Wouter is daar uh, ongelooflijk genereus in geweest. Die is altijd... Ja, Wouter had, had uh, um, de humorologie gewonnen in, in, ja. in Marken. Twee ja. jaar daarna heb ik daar gestaan. Uh, met Wannes en Dries hebben uh, jullie toch ook gewonnen. Ja, hadden hè, wij die? daar uh, de ja. publieksprijs uh, gewonnen. Um, maar en dan zoveel jaren later. Ik heb mijn stage gedaan bij Wouter de Pre, uh, ja. zo in een voorstelling meegespeeld. Hij heeft me dan jaren later, toen ik eigenlijk een beetje ja, niet meer wist uh, van welk hout pijlen te maken. Ik zat echt in een writersblok, heeft hij mij zo echt meegepakt in een voorstelling. En zich, hij ging dan een sabbatjaar doen, ging uh, naar uh, Zuid-Afrika voor een jaar. Ja. En zo de, 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 het concept van de voorstelling was: Wouter de Pre gaat een jaar er niet zijn. Dus zijn publiek uh, kan volgend jaar dan gewoon naar Wannes Kapelle gaan kijken. Ja. Allee, dat was ongelooflijk genereus van Wouter, want dat heeft, daardoor heeft echt een groot publiek uh, mij leren kennen. En, en mm -hmm. ik, ik voelde dat ik daar heel lang uh, de vruchten van uh, geplukt. Dus dat was wel, wel tof in die zin. Uh. Ja. ja, dat is een hele, een hele toffe kerel. Hè. En ook een eigen, zo heel eigen persoon op het podium ook zo zo direct iemand waar je ook van zag ja die, die was ook zeker toen dat kick begon had je wel was dat schelkjes denk ik die voorstelling en zo en dan was je zo je voelde ook dat ging meteen nergens naartoe dat is een beetje gelijk Wim Helsen had dat ook direct dat je die zag staan en je dacht ja dat goden niet kunnen tegenhouden zo. en dat is een beetje wat Wouter ook heel hard had in die tijd zo dat soort gewoon naar een groter niveau dan dat ontstijgt. De comedy scene, dat ontstijgt de cafés in de kleine zalen. Dat god iets Ja, dat, dat een was zijn eigen, zijn eigen ja. ding gewoon. Hè. Ja. En uh, dat heeft mij ook heel zeker in het begin. Uh, ja, mijn eerste liedje in het West Vlaams dat ik geschreven heb, was alleen dat was ergens door, door Flip Caulier natuurlijk ook uh, geïnspireerd. Maar waarover ik, waarover ik schreef was door Wouter de Pre geïnspireerd. Hij was aan Die schelletjes, dat ging echt over zijn jeugd. Mm -hmm. uh, uh, en over. Uh, uh, wat was het? Uh, Roste, Roste Dimi zeker of zo? Uh, Zo'n figuur uh, uit, uit zijn jeugd. Ja, mijn eerste liedje dat ik in het West-Vlaams heb geschreven was Cowboy en Indiaan. Ging over op de speelplaats gepest worden. En daar kwam ook een slechterik in: Stotter Thierry. Ja. Ook een, allee, een, gebaseerd op, op iemand echt. Ja. Uh, dus dat, dat was eigenlijk heel erg geïnspireerd ook op, op wat dat Wouter deed. En, en allee, dat heeft ook wel even geduurd he, dat ik dat, daar dan mijn eigen weg in vond. Ja, het is wel opmerkelijk, want dat is ook waar een boek, die Heersers, eigenlijk ook heel veel over gaat. Dus is over dat jij eigenlijk wel best voor jezelf een weg hebt moeten afleggen om uiteindelijk in dat West-Vlaams te gaan schrijven. Ja. want in het begin maakte jij, ik denk ook dat die, die liedjes die je toen zeg had opnemen met je papa, dat was in tengels. Dat was in tengels, ja ja. ja, ja, ja. Dus en want je, je ontgroeit, hè. dat is ook altijd zo raar dat je je kunt zo nooit helemaal ontkomen aan iets waar je super fan van wordt dat je jong wordt, hè. zoals Willem Vermanderen. maar dan laten die een even vallen omdat je, je ja. wereld groter wordt. Ja. Maar dat blijkt dan achteraf. Bijna de full circle te zijn, dat je denkt, ja, maar die was het eigenlijk van in het begin. Ja. Dat is heel weird, maar hoe. Ik, ik zal zo zeggen, je hebt, je hebt een periode gehad dat je denkt, ja, ik moet het hier in het Engels gaan doen. Ja. Eh, want, want dat is hoe dat je er moet geraken. En hoe was, hoe was die periode? Waar, waarom was dat zo moeilijk? Maar dat was ten eerste was dat heel moeilijk, omdat ik echt. Uh, letterlijk nooit naar Engelstalige muziek geluisterd had. Mm -hmm. um, bij ons thuis tv kijken, dat was echt. Uh, um, ja, je moest daar. Er moest koers zijn of voetbal of, of nieuws of zo, misschien nog. Maar uh, zo echt gewoon entertainment of zo. Allee, je moest buiten gaan spelen. Dat was, uh, dat was een beetje. De, dus als wij naar tv zaten. Te kijken en we zagen dat ons vader thuis kwam dan was hij rap naar die knop op tv uit en rap allemaal iets anders doen. Ging hem dan voelen of dat hij nog warm was. Zo. zo, zo. Het dus... vroeger die een bak, konden dat dan ja, Zo, Je hebt hem opgezet, hè. het <laughs> gaskelicht ergens anders. Ja. <laughs> ja, maar het was niet. Het was, er stonden geen straffen op, maar het was het, het schuldgevoel dat ja, je ja, er ja, ja. mee kreeg. Zo, dat, dat... dat goede katholiek schuldgevoel ja, 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 dat er ja, al dat, in zat. Dat, dat, dat zat prachtig. er echt uh, heel erg in. <laughs> en. Uh... Dus, maar mijn kennis van het Engels was gewoon zeer slecht. Ik, ja. In de tweede middelbaar kregen wij onze eerste les Engels en ik sprak alles verkeerd uit. Iedereen allee, lag onder een stoel van het lachen als ik, ik moest uh, iets voorlezen. Dus, um, dus ik had wel een achterstand in te halen als ik dan in het Engels wou gaan schrijven. Dus dat was mijn woordenboeken en je uh, had wel zo. de ambitie. Het had wel de ambitie om er iets meer van te maken dan uh, I Love You. Ja, omdat uh, ik. Ja, uh, voilà. Ik wou, uh. ik wou dan wel dat die teksten ergens op iets trokken, maar. Ja, de, de, de muziek kwam vanzelf, maar die teksten, dat was echt een corvée. En. Uh, dan met veel moeite kreeg ik dan iets, iets op papier en dan zong ik dat. En dan hoopte ik dat er niemand achteraf ging vragen: en hey, wat zing daar precies? Uh, dus ja, <laughs> <laughs> dat, alleen dat, dat, dat was af en toe wel gênant. Uh, mm. Er ja, stonden ook. Fouten in en, en dat. En ook uh, het moeilijkste daaraan is ook dat je, je hebt geen eigen stem in die taal. Mm. Je hebt nooit zo gesproken, je hebt met niemand ooit zo gesproken. Het enige wat dat je kent is hoe, hoe, hoe anderen zingen. Ja. En mijn voorbeelden waren dan onder andere Stef Camille Carlens. Ja. Dus ja, wat doe je dan? Dan begin je te zingen als Stef Camille. Ja. Wat dan? Village zo, dat is ja. goed. <laughs> uh, Chicago. <laughs> Chicago. <laughs> Lucy, I want to thank you for the time you spend with me. <laughs> so, <laughs> ja. Dat was de eerste zin van, van het u, eerste liedje. U, dat, ja. dat ik, uh, Hoewel, heb ik heb je die je wel graag hoor. Ja, maar ik hoor Stef Camille dat graag doen. Ja, ja. Maar, je moet alleen mensen gaan niet betalen om mij Stef Kamil te horen nadoen. Nee. En, en dat is wel dat is iets dat je van Flip Kaulier ook te horen kreeg. Hè? Ja. Als je meegedaan had, uh, was dat een wedstrijd dat je meegedaan had? Ja, een had wedstrijd doen? in uh, zo de West-Vlaamse rockrally. Ja. Um, Westtalent Westtalent heette dat. En, uh, en Flip zat, zat in de jury. Ja, dus uh, ik... Hij was toen juist met Hof van Commerce uh, doorgebroken. Dus die, ja. die was juist bekend. En uh, ja, die, die zei. Uh, ik was er niet door. Ik, de, uh, ik, dus ik had in de voorronde gespeeld. Ik was niet door naar de volgende ronde. Terwijl ik uh, zelf. Allee, heel veel zelfvertrouwen had. Alleen, dat is toch goed. Uh... Dat is werkelijk uw playback zo van. Maltes oh, was kaboe. Ja. Snap <laughs> je gaat dat nou niet? <laughs> ja, en dus hij zei dan van. ja. Oh, het klinkt een beetje naar Stef Camille Carles en ik dacht, dat is toch een goede zanger, dat is een van de beste zangers die we hebben. Dus ja. is dat dan geen compliment? Ik verstond dat niet. En zei, ja, uh, maar die is er al. Ja. Je moet als jezelf uh, proberen te zingen. En Een paar jaar later zing ik dus in het West-Vlaams oh. en hoor ik van iedereen, ja, maar ja, er is al een Flipkool hier. <laughs> Dan dacht ik van ja, het is nu ook weer niet goed. En, ja. en dat, maar dan was ik het mij daar al veel meer van bewust. Uh, en vanaf dat ik bij mezelf detecteerde: van, dit is iets wat Flip Cowlier zou kunnen zingen, dan wist ik van oké, okay, andere richting. Uh, ja. Laat dat aan Flip Cowlier. En zoekt wat is uw eigen uh, stem. En wat was dat dan eigenlijk als je als daar naar kijkt? Dat je echt voelt van wat onderscheidde je dan voor uzelf van, van Flip Kaulier. Als je hey, die vergelijking kreeg, en dan kan ik me voorstellen dat dat op je zenuwen werkt. En dat je denkt, dat wil ik niet horen. Wat, wat was dat Goh, dan? Dat zit dan in, in de persoonlijkheid. Flip is een heel andere. Is, is iemand, is een heel andere mens dan ik. Mm. Uh, ik ben echt iemand met hart op de tong. Ik, ik, ik zou tegen iedereen uh, heel mijn leven vertellen. En dan achteraf uh, gaan mensen zeggen: ja, Heb je dat verteld? Uh, ja, ja, ja. ja. Um, dus. Uh, en, en Flip, Redelijk onwist Vlaams eigenlijk. Want meestal zijn uh, Vlaamingen ja. zijn toch de, de gesloten. Ja. De, nee. het, het is natuurlijk een beetje door de bocht. Want de meesten die wij kennen zijn dan artiesten. En die hebben dan sowieso al wat meer de neiging om wat extraverter ja. te zijn dan, ja. uh, dan dat de meeste mensen zijn. Maar het is wel waar, dat is wel het, het imago dat de West-Vlaming heeft. zo dat ja, ja, ja. meer ingehouden, geslotener. Maar als, als je echt heel diep gaat graven of zo, gaat het bij mij ook wel op, op zo'n laag stoten. Mm. Waar ik zelf niet goed weet wat dat daaronder zit. En dat is eigenlijk, dat is wel de vruchtbare laag. Ja. voor als je liedjes schrijft, dat, dat komt er dan in de muziek uit. De woorden en zo, dat, dat is dat stuk en daaronder, daar zit de muziek. Uh, en dat, dat voedt uh, ja. hetgeen wat je zegt dan met, oh, daar zit precies wel iets onder. Ja. Um, Mag ik er eentje tussen zeggen? Als ja? je moet kiezen, Maar het is hypothetisch, hè? een top sanglijn of, of een top tekst maar wel top ja. zanglijn, hè. echt. Ja, ja. Eénmaal dat uw vader zegt, nu nee, wij ook niet meer moeten werken. Oh, ja, nee, nee. <laughs> ja. Dan, dan, ik denk eigenlijk is de, ja, dan is de keuze snel gemaakt bij mij. Dan is dat een toptekst. Toch wel. Ja. ja. Want ik kan zo, ik niet van. Ja, de, bijvoorbeeld de K, K. Tempest of zo, uh, ja. daar kan ik ongelooflijk van, van genieten. Dat vind ik, dat, die, 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 die declameert gewoon teksten. Maar voor mij dat gaat echt door, door mijn en been. Terwijl, ja, echt pure melodie waar dan een, een, een tekst op staat die, die, die mij niks doet, ja, dan, ja. Pff, dan zegt het mij weinig. Ja. Ja. Okay. ja, dat is ook niet raar, omdat als, als, als letterlijk uw, uw voedingsbodem waar het begonnen is, iemand als Willem Vermanderen ja, ja. is, die het dus ook niet hè? moest hebben van de gestoorde zanglijnen, maar die je letterlijk het moet hebben van wat dat hem te zeggen heeft. Ja. Ja, dan, dan denk ik dat die dat zal een beetje aanvoelen waar dat het bij u naartoe gaat. Gaan, hè? Dan gaan we misschien zelfs even terug naar dat Gregoriaans. Ja, ja. Dat je het over het begin over had. Dat is ook zo. Dat is niet de, de, de grote sprongen en zo. Want dat daar zit, daar zit zo een ingehouden emotie onder of zo. Dus mm -hmm. de, uh, in, in die zin ligt, ligt wat mijn muzikale. Um, de insteek ligt soms misschien eerder daar. Alhoewel, dat ik eigenlijk steeds meer merk ik wel, steeds meer de melodie ga opzoeken en, en die uh, steeds rijker probeer te maken. Hoor. Ja, want er is ook wel zo, zeker als je uh, Guy, de en ik of zo, een aantal van die liedjes, die zijn ook wel, daar zit wel een hele stevige pop ja, viping ook. dat is niet alleen maar zo dat kleinkunstig. nee, nee, nee. Dat, dat heeft het zesde metalen wel meer dan dat, vind ik. dat is iets hard. waar ik heel hard tegen gevochten heb. Dat in het begin als er ergens als kleinkunst vermelden of zo in een tekst, als we gingen optreden, dan was ik, ik was daar was kwaad om. ik vond dat zo. ik wou echt ik wou op studio Brussel gedraaid worden en, niet, en ik wou ook niet dat West-Vlaams of Nederlandstalig dat dat als genre werd behandeld. Uh, dus daar heb ik uh, heel hard tegen gevochten. Maar ergens snapte ook, gesnapt ook wel dat je in een, bepaalde, ja, toch in een bepaald vakje belandt. Dus uh, dat is altijd een, een dubbel gevecht geweest. Omdat je, ja. Ook toen je besefte: van, ik zit misschien in een vakje, maar ik ben wel koning in deze Vijver? Um, wel, ja, dat, om, is dat wel omdat, geholpen, zal ik zeggen. De, ja. omdat, oh, de, de, de stempel kleinkunst, dat zorgde er echt voor, bijvoorbeeld, uh, dat je niet op werchter raakt. Dus je ziet het stof ja. al vanaf vliegen. Ja, als ze voilà. dat zeggen, ja. dan denk je van: oh, ja. Ja, maar dat is toch dat een is, kleinkunst. Ja. ja. Maar je werd in keer nog gevonden. Ja. Je legt geen pit op. is ja. zat, geen hoed. Ja, ja, dat een, is iets. Een, zelfs een grote waar, waar, grijze baard kan een microfoon. Ja, dat, 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 is, dat is iets waar de, ja, waar de, de opleiding Kleinkunst ook. Enorm tegen gevecht. Je hebt er ook ingangsexamen gedaan. Ja, dat is eigenlijk een verouderde term voor wat dat, dat is. Hè. Ja, dat is een, eigenlijk ja. een makersopleiding. Dat is voor ja. mensen die op een podium willen staan en eigenlijk zelf willen beslissen ja. wat ze daar gaan ja. doen. Dat was ook de reden waarom dat ik zowel jij als ik, hè, je kon ja. kiezen tussen toneel, en dat is gespeeld iemand anders in ja. een tekst, of je hem zelf. Ja. En dat is, ja, inderdaad... Eigenlijk is dat een opleiding voor mensen die zeggen, ik heb iets te melden, ik weet alleen nog niet zo goed wat en, en ik hoe. weet nog niet hoe. Ja, ja. En als je met, met die drive op die opleiding komt, dan, dan, dan is dat geweldige opleiding. Maar oh, die, 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 die naam kleeft daaraan, waardoor dat mensen allez, denken aan Nederlandstalige kleine liedjes op een gitaar. En, en dat is jammer, maar ze, ze gaan uh, volgens mij volgend jaar gaan ze de term eindelijk of de, de naam eindelijk veranderen. Ja, gaan ze het toch doen? hoe Gaan ze het noemen? Weet jij dat? Uh, ik er al een ik idee? weet het niet meer. Uh, ik, ik heb het al, ik heb het gehoord. Het is zo. Het zijn twee, twee woorden. Uh, minder kleine kunst. <laughs> Kleiner kunst. Ik gaat meer de aandacht op, op muziek, muziek en maken of zoiets. Dat is wel beter. Zo, want ik, ik had dat toch ook altijd. Omdat de eerste keer dat ik die twee termen hoorde. dan dacht ik: ja, ja toneel dan maar zeker. Want klein kunst, dan moet ik mij daarbij voorstellen. Zo dat, maar dan had ik wel door als je zo doorvroeg van wat is dan het verschil? Ja, je moet je eigen dingen. En dan dacht ik, ja, maar dat is wat ik wil doen. Ik wil niet gewoon iemand zijn, zijn verhaal komen vertellen. Ik wil mijn verhaal komen ja. vertellen. Maar dat is inderdaad wel zo. Ik kan me dat al direct voorstellen. Als je dan, want nu hé, dat hebben we nog meer andere artiesten gehad. Hé, je merkt nu is in het Nederlands of zelfs in uw eigen dialect zingen. Ja, je hebt heel veel hip-hop dat, dat doet. Je hebt Heel veel... Nu heb je enorm veel muziek hier, waar mm -hmm. ze letterlijk kiezen voor Nederlands. zodat dat zelfs cooler is dan dat je zegt ik probeer dat in het Engels, terwijl dat, dat eigenlijk mentaal niet is. Ja. Maar dat was niet in uw tijd. Hè? Nee, nee, Toen nee, jij nee. besliste ja. van dat te doen. Dat was ook wel. Je had wel Flip Kaulier, maar in de hof van commerce was dan ook nog zo'n beetje te linken neder Nederhop. Omdat je zowel dat Nederlandstalig hip-hop ding had. Maar ja, je... en dat was nog. Een... Dat was nog... Dat was een beetje een grap, hè? tof van Converse. Ja, 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 ja. Allee, een, een zeer goede grap, zeer goed geschreven ja. grap, maar ook het West-Vlaams dat ze, dat ze dat we, gebruikten. Alleen dat wa, was heel vaak zo ja, uitdrukkingen of zo die, die wij zelfs niet meer gebruikten, maar dat, dat je heel tof vond om dat nog eens te horen ja, of ja, zo. Ja, ja, ja. Um, dat is... eigenlijk meer naar buiten te dragen was, naar niet West-Vlamingen van, kijk eens, deze zijn zo van die topslagzinnen, ja. maar niet hoe mensen echt spreken daar of echt... Wel, dat zat toch af en toe kwam daar ene in dat je dacht, alleen dat je eigenlijk zelfs als West-Vlaming gewoon heel tof vond om te horen van, oh ja, juist, ja ja, dat is lang geleden dat, ik... Allee, mijn mm -hmm. grootmoeder zei dat ook bij, bij wijze van spreken. Um, maar daar zat, de, daar heeft Flip Colier zelf met dan zijn, zijn singer-songwriter uh, debuutalbum te maken, daar heeft hij echt een poort opengebroken die echt nog uh, waarvan er niemand wist dat ze er was zelfs. Hmm. Van ik ga gewoon eigenlijk oprechte popmuziek maken, maar gewoon als mezelf en niet dat West-Vlaams als grap gimmick. of, of ja. gimmick gebruiken. Nee, hij zong echt over plots, uh, ja, ja. Over liefdesverdriet of. Ah, ja, ja, Welgemeende fuck you was, denk ik, het, de, de doodbraak. Hier, toch was dat niet? Ja, wel, Welgemeende fuck you was misschien. Het, 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 ja. Maar dat was de single, Maar daar stond alleen dat openingsnummer. Uh, zo, met, wist je dat in bad zitten een scream, een vorm van, van besparing is? Zo, ja, ja, allee, ja, 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 ja. Zo dat soort dingen, dat was, dat was echt een openbaring. En, en ja. Uh, ja. dat deed bij mij zo beseffen van wat zit ik hier in dat Engels te. Te prutsen. Maar dat is, dat is ook wel iets, want dat vond ik ook heel, heel leuk in uw boek: dat je zegt, ja. Dan heb je ook nog het A.N. Ja. He, dat, 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 ja. dat, dat er vaak wel zo gezongen wordt en dat dat ook niet klopte bij u. Dat jij nee. ook voelde: van... zo krijg je het er ook niet uit. Nee, ik kreeg het er echt niet uit. Ik, uh, ik merkte dat wat ik schreef, dat, was, ja, dat, dat konden dan zo. De, de, de afdankertjes van, uh, van Gorky, zijn of zo. Ja. Um, en ook hoe, hoe dat ik dan zong. Um, het is daarom, ik geloof wel zo: like Raymond van het Groenewoud, die komt daarmee weg, omdat dat is hoe dat die. Hoe dat die is, dat, dat, dat klopt helemaal bij die, hem. Die praat eigenlijk ook een beetje zoals hem zingt. Ja. Hè? Als, je, als je hem bezig hoort, die, die heeft ook een heel mooi algemeen Nederlands ja. als die je spreekt. Hetzelfde bij. Ja. Frank van der Linden of. of allee, um, ja. Stijn, ook, Stijn, Stijn, Stijn ook heel erg. Dat, dat, is al, ja. dat klopt wat die doen. Mm -hmm. uh, bij Frank van der Linden is dat dan, dat heeft iets literair of zo, mm -hmm. maar dat is ook waar zijn sterkte ligt. En verbeterd. Een... Ik vind het ook altijd ja. verbeterd. Ja. ja, ja. Maar dat. Nou, ja, en Stijn heet dan weer echt een korrel in zijn stem, dat hij een, een rock roll oh, ja. vibe geeft. Ja. Je kan echt zo. Een, een, een oer schreeuwen. Die je neemt ja. er echt zoiets in zitten dat je denkt: oh, oké. Okay, dat is ongelooflijk, ja. hè? Maar dat, ja. Ja. Hij is ook een Limburger, dat, dat ligt, allez, hoe hij spreekt, ligt daar ook. Allez, dat, hoort daar weinig verschil in. Uh, mm -hmm. Terwijl, als West-Vlaming in het algemeen Nederlands moeten, moeten zingen, dat is, zo, dat is zo de taal van op school braaf zijn en. Mooi praten, hé? want uh, we moeten toch een <laughs> beetje erop letten dan, uh, dan mijn propers spreken. Want nee? dat vind ik ook zo goed dat je dat, dat ook zegt in je die, die boek van jou: de, de, zo het algemeen Nederlands van de West-Vlaming is eigenlijk een beetje opgekuist West-Vlaams, maar veel meer is het ook niet. Of dat zo. is echt zo. En, ja. en, en wij, kijk, onlangs uh, had ik het nog uh, vorige week. Was ik in Wevelgem uh, om op te treden en daar zo we, we zitten backstage uh, te eten en dus ik ben met, met Nicola onze pianist uh, of de, de pianist uh, waar ik die lieder mee breng mm -hmm. uh, die is van Antwerpen dus ik spreek gewoon uh, ja, zoals ik nu met jullie spreek ja. en die vrouw zo als die nacht even weg is zegt ze Je zei het, hij toch van Wevelgem mee <laughs> ik zeg uh, ja ja ...maar hij spreekt Hollands met die meneer. <laughs> ik zeg, Hollands? En ik was dat vergeten, ja, Eigenlijk voor mensen die eigenlijk nooit uit West-Vlaanderen weggaan... ...en daar echt geboren en getogen zijn en daar ook doodgaan... ...dan is alles dat niet West-Vlaams klinkt, is Hollands. Gens, <laughs> <laughs> dat is Hollands. Allee, ja, ja. Van de, um, en, en ook de... Ja, zij, ze was echt een beetje verontwaardigd van waarom verloogde jij nu dat je van hier bent. Ja. En dat was, op school was dat ook zo als wij een in klas. In, in de klas probeerde je algemeen Nederlands genoeg te spreken om niet op je vingers getikt te worden dat je West-Vlaams sprak. Maar ook je probeerde ook plat genoeg te klinken om niet uitgelachen te worden door je vrienden van zeg, oh. Ja. Meneer wil keurig praten. Uh, zo, uh, <laughs> dus dat, was, dat, was een, dat is echt een, een verschrikkelijke maar oefening, het, altijd als West-Vlaming. Maar het, 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 het zesde, de zesde metaaltaal, dat is toch dat is wel, full blown uh, ja, West-Vlaamse. Uh, uh, ja. Waar ik wel. Uh, is dat Zweefelgems? Uh, Wevel, ja, uh, yeah. uh, af en toe krijg je dan wel een keer uh, iemand die zegt. We zagen dat toch zo niet. Ja. Uh, naar, naar de Wuppen bijvoorbeeld. In Wevelgem zijn ze naar de Wuppen. Naar de Wuppen, op plaats ja. ja. van een uur. Ja. En, uh, dus in, in het begin zong ik ook, het is nogal niet naar de Wuppen. En dan kreeg ik op zoveel plekken in West-Vlaanderen van we Widdersheim, wel naar de Wuppen. Ja. Dat ik dacht: van moet nu wel kiezen. Uh, ik, en... Uh, allee. Uh, soms maakte ik dus wel, wel een keer keuzes. In, na, naar verstaanbaarheid toe toch wel uh, zot hè, uh, want yeah. dat nummer ik ken dat nummer vooral van zien ik zie dat nummer ja ah, ja, ja. Ja, ja ik zie naar de buppe. ja, 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 ja. ja zo, je dat ja je dat dat je ja, iets ja, ja. ziet ja. Ja. ja en als dat nu denk ik al stel dat je op dat moment toch je roots trouw hebt en er een i van maakt, dan is dat iets anders ja ja, ja. Dan ja kan ja. ik dan ja. wel over dat, dat vind ik dan grappig zo, nou, de, titel, de, ke van... de keuzes die je maakt voor iets dat later <laughs> iets gaat zijn ja absoluut ja ja, ja dat... maar de i is daar een ook heel, heel lastig heen. Nou, uh, dan weten dat dat ze in Antwerpen naar de Wiepen gaan zeggen. Ja, ja. En dan, dan voelt het ook heel raar. Ja. Uh... Het zou wel raar zijn als uw broer en u uitbreekt met een i. Ja, ja. <laughs> nee. Dit is eigenlijk de echte uitspraak in Wevelgem, uh, Not the Web. The, the, <laughs> so, the real one. The real one. Die, 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 die taalverrader van een broer van mij die het weer moest doen voor een groot publiek. Maar deze is echt de echte taal die dat je ja. moet hanteren als je uit Wevelgem ja. komt. En dat doe ik alle andere mensen niet. hebben geven hij. E, eet wel dat niet. <laughs> dat gaat overal <laughs> groter dus, zijn. in een eigen café. Een eigen café. Als, als je als, geen volk, als, als zijn broeren. <laughs> nee, nou, dat kom ik niet eet Dat is verschrikkelijk. Like, Te verschrikkelijk. Like, nee, ik weet het niet hoe zeiden. Ah, bij dan? ons is het verschrikkelijk. Verschrikkelijk, ja. hè? Ja. Ja. Ik vind dat wel. Ik heb dat altijd heel fascinerend gevonden. Zo, uh, je kunt niet zeggen West-Vlaams, want dat is net zoals alles. In Vlaanderen, een kilometer verder, klinkt dat anders. Absoluut, eh. ja, de, 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 de ske, maar dat is echt zo rond Kortrijk. Ik, ja. Wij ook, allee, als we dan in, in, de, in de klas zaten, mm -hmm. dan wisten we eh, dat we moesten zeggen: Het is niet, ik, we, we zijn op school, maar ja. we zijn op school. Je ja. had echt ook uh, leerlingen die daar echt moeilijk mee aan, die echt logopedie ja, ja. moesten volgen om, om de schu te kunnen uh, zeggen. En, maar, maar als gevolg dat wij dus ook vertelden, en in de kerstvakantie zijn we gaan skiën met de hele familie. Ja. Hè? En uh, dus overcorrigeren. M mijn moeder die onlangs uh, berichtjes stuurde van uh, uh, kinderen, ik moet morgen naar de scanner. Alleen. Uh, <laughs> en dat ik, terug, dat ik dacht van naar de heilig scanner. Heerste er een, dus wat overdreven wat ik nu zeg, maar heerste er een mini-mini-taaltrauma mini, onder wist Vlamingen? Jawel, ik denk dat wel. Um, daarom, allee, dat verklaart echt waarom West-Vlamingen, buiten West-Vlaanderen, als, als vanaf dat er één West-Vlaming bij staat, gaan wij West over, naar West-Vlaams overschakelen. Mm. Dus daar mogen vijf niet-West-Vlamingen staan uh, en, en twee West-Vlamingen, die West-Vlamingen gaan tegen elkaar West-Vlaams spreken, omdat ze zich zo tegenover elkaar schamen. Mm. Om algemeen Nederlands te spreken, dat is echt. Dat, dat je maakt u onsterfelijk belachelijk als West-Vlaming. Ja. Um, dat is aan het veranderen, zo, omdat er. Er, er zijn ook steeds vaker. Uh... Of nieuwslezers of zo, die West-Vlaams. Uh... Ik kan nu niet op je komen, maar je hebt heel veel mensen waarvan je het niet weet. Hè, zo. ja. Ik ja, maar... zou zeggen, Michel Cuvelier. Ik weet niet of Michel is maar... ja, zij, Michel zij is West-Vlaams. Schoon dat is de school, maar die kan vol een bak gaan. En, ja, 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 ja. Maar dat is omdat wij natuurlijk. Als wij Algemeen Nederlands moeten spreken, dat is een andere taal. Ja. Terwijl als een Antwerpenaar. Algemeen Nederlands spreekt, dan, dan denkt hij, dus wat... wij spreken toch al een ja, ja. Ja, dat is wel zo. Ja. We, we, de, en wij, wij zitten ook een beetje in een tussentijd. Pas op, ik kan dat nu zeggen, maar als ik mezelf hoor bij deze opname, dan weet ik ook hoe plat Antwerpen ik eigenlijk ja, ja. klink. Maar wij zitten al eigenlijk ertussen. Want wij zijn ook al niet meer die oude generatie senioren. Dat die allemaal zo aan Dat is al een beetje een ander taal. Dat is wat jij er straks ook zei. Toen wou ik het niet zeggen. Maar nu wel bijvoorbeeld met Hof van Commerce. Of zoals gezegd. Soms gaan die echt rover In de zin van dat zijn echt heel oude dingen. We hebben ook Antwerpse collectieven gehad die woorden gebruiken. Zo. Een Chambrang. Een En zo. Het Frank Andenboom Antwerps. Dat is fantastisch. Maar dat Dat zeggen wij ook niet meer. Dat Anteus, zegt ook niet veel meer. Nee. zegt die je wist. Allee, dat leidt verstoring, niks <laughs> niet meer. Dan denk je, joh, maar dat, dat, dat zegt echt niemand ja. niet meer. Zo, dus dat, is wel, dat klopt wel, inderdaad. Um, wat ik ook nog wel uh, boeiend vind, je ja, weet wat. Mag ik je nog één ding ja. vragen vooral? Dat is een super simpel uh, ding, maar ik zag dat ja? er juist al heel een tijd. Dat de Metz, wat is dat? Oh ja, dat is, uh, dat, daar heb ik veel. De spijt titel van. Van, van uw eerste uh, plaat, ja, van de zesde methode. Um, dat, is, dat is eigenlijk, dat, dat is geen woord. Maar atemets is, is een woord. Uh, atemets is zo. Uh, hij atemets niet. Uh, nog een koffietje uh, voor mij of uh, allez, zo uh, per ongeluk, toevallig. Ja. Um, en dat, dat kwam in een, in een lied uh, op onze eerste plaat. Uh, de zin was: ak atemets volle, zeg ik. Dat is hoe dat krijgt is. Toe. Als ik als het gebeurt of als ik per ongeluk zou vallen, wel, dan ga ik gewoon zeggen: dat is mijn manier van recht staan. Ah, ja, 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 um, ja, ja. Uh, en ja, ik was gewoon op, ik was op zoek naar een titel, maar ik vond dat, ja, dat is zo moeilijk dat in het West-Vlaams, omdat West-Vlaams geen geschreven taal is. Dus mm -hmm. je, je, je zit direct in eh, met hoe gaan een Antwerpenaar het uitspreken um, pff, ja, En dan, dan al gewoon van streek tot streek binnen West-Vlaanderen. Dus. Dus ik dacht, laat mij maar gewoon iets pakken dat gewoon precies gewoon een klank is. En, en dan niets, niets wilt zeggen. En dat je niet verkeerd kunt uitspreken. Ja. Um, Want ik zat dat te lezen en ik denk: dat. als je het leest. Ik dan weten wat je wilt zeggen. Dus je zat zo. Akatemets. Akatemets. Hoe is dat dan? Zijn ik het verkeerd aan het zeggen? Zit mijn klemtoon verkeerd? Je nu, als ik dat aan hem vraag, ga je dat op zijn manier uitspreken dat ik direct weet wat hem bedoelt? Snapte dat je zo denkt: ah, fuck. Dat is zo simpel. Maar ik zag het niet. Maar het is, het is wel niet zo voor de hand liggend. Het is niet toch? voor de hand liggend. Nee, nee, ik zou het okay. nooit, meer, ik zou nooit meer die titel uh, gekozen hebben. Uh, maar... ja. Misschien daarop verder gaan. Uh, je hebt hits geschreven. Dat weet je wat dat voelt. Waarschijnlijk als je nu iets nieuw maakt, dat je, zonder dat je schrijft nog een hit, dat je wel weet, deze is speciaaltje of dit komt goed. Of, hè, dat gevoel van we zitten op iets. Heb je dat ook met teksten? Um, ik kan wel voelen als, als een tekst, um, van dat gaat ga raken of dat, ga, okay, dat gaat de juiste snaar raken of zo. Dat, dat dat kan ik wel uh, redelijk goed voelen, maar bijvoorbeeld uh, bij Wuppen, dat refrein, ik weet dat dat, dat lied bestond al, we hadden al live gespeeld, uh, op een theatertour echt al dertig keer gespeeld. Dat lied was in mijn ogen af, uh, maar uh, dat was eigenlijk een walske en dat muzikaal was dat niet sterk genoeg, dat ging ik de plaat niet halen. En, uh, maar ik vond die tekst toch. Te goed om, om weg te smijten. En dan had uh, Tom Pinten zat zoiets van: Weet je, ik, ik ga nog een poging geven, ik ga, een keer, ik ga er een keer muzikaal iets totaal anders mee doen. En hij had daar van een walske had daar, daar een nummer in vier van gemaakt. Een walske is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dus naar, naar vier en zo. We kunnen daarop zingen. En, en dan, dan plots werd dat eigenlijk in de richting van wat het geworden is. maar... Dan ontbrak er eigenlijk een, een refrein nog. En dan hebben we eigenlijk in de, in de studio tijdens de pre-productie hebben wij. ja misschien ja, moet er nog zoiets uh, ja, een refreintje. En dan was dat dus all ja. wat hij aan hulk wat hij aan doe maar voort. Allee, dat was eigenlijk te simpel. Ik schrijf eigenlijk... Ik zoek het meestal eigenlijk te ver als ja. ik een, een refrein maak, waardoor dat mijn refreinen meestal niet mee te zingen zijn. <laughs> en, en dus ik, ik, ik dacht van... Ja. Hé, voorlopig is dat die een tekst ik zal nog wel iets beter zoeken. Hmm. Totdat tot je eigenlijk begon door te krijgen van... Ja, maar dat is wel misschien voor een eerste keer een refrein dat mensen van gaan begin tot einde gaan kunnen ja. meezingen. Ja. En... Uh, uh, dus... Dan en en, eigenlijk... en hebt niet naar Willem Vermander gebeld van Willem? What would Willem Wat doen? zou hij eerst? Er is hier co er, commercieel succes is ontwaven. ons. <laughs> nee, dus dat had ik eigenlijk niet door dat hoe, uh, hoe een krachtig refrein dat dat eigenlijk ging, ging zijn. Toen wij ja. ook denken aan uh, die band Therapy dat die zo, ik denk dat dat met Trouble Gum was dat die zo gingen werken met een producer en dat die zo Dingen bleef zeggen. Dat is misschien een vooral dat zelf schaam. Hij vertelt het. Ik weet het niet of ik heb het ergens gelezen. Maar het ging over dat hij een producer zei: simpeler, simpeler. Als je, als je een refrein wilt en mensen onthouden, simpeler. Totdat hij er op de deur zei: die een Andy Cairns is. Van met deze is fucking kleutermuziek, man. Wat zit wat je aan het doen? Ja. En die zei: nee, nee, dat ja-woord dat, en dat-woord. Ik weet dat je het er per se in wilt. Maar goed, er is het. En dat hij ineens besefte van. Maar ja, ik zit hier alleen maar dingen aan het schrijven. die iedereen woord voor woord gewoon meezingen. Ja. Dus soms is het ook wel. als je de taal simplistischer maakt, dat klopt ook wel. Hè? Dat je ja? dan ineens terechtkomt in iets. en je denkt. ah oh ja, dat is het, ook een deel. van de catchiness. is niet alleen de zanglijn. maar dat de woorden ook zo duidelijk zijn. Ja, ja, ja. ja. Ik heb ook die neiging om veel te veel lettergrepen. er, er te willen insteken. Ja. Zo, met elke. Elke lege tel voel ik van: Ah, hier kunnen hij nog twee lettergrepen in de... <laughs> Wat ik wel heel opvallend vond om dingen, want dat is zo'n gast, dat vind ik wel een uitzondering in, in Engelse taal, dat is uh, Phil Lynott, uh, de, de zanger van Tin Lizzy. En die had altijd de neiging om zo, zo van die bijna veel te lange zinnen in een zanglijn te ja. proppen. Dat je denkt van: ga ze die nog meer informatie aan het geven dan dat je eigenlijk nodig hebt, maar toch klopt dat heel hard bij deze manier ja, ja, maar van het vertellen. Ja, dat kan, dat kan ja. zeer goed werken, maar het is zeer slecht voor de meezingbaarheid, natuurlijk. Ja, dat is totdat ja. tot je natuurlijk in die een klik of in die een vibe ja. gaat, en dan is dat weer wel. Wat ja, denk ja. ik mensen ook heel veel mee, mee uw teksten ja. hebben. Wat heb je zo dat moment gevoeld dat je. Um, ja, ik vermoed dat het waarschijnlijk een beetje rond ploegsteert is gekomen. Want wat ik jullie nu voel. Ik ga zeggen, maak het niet meer uit. Maar dat bedoel ik niet als in je gooit er een klak. Naar, ja, ja. Maar van, dat is een sound geworden. Mm -hmm, ja. Vinden wij je daarin? Ja. Uh, de, is ook, uh, allee, de, de bezetting van de groep is ook. Uh, na de plaat van ploegsteert past. In zijn definitieve plooi uh, gekomen. Um, en dan, dat was gek genoeg eigenlijk het moment dat ik beslist had met de opnames van Ploegsteert. Um, ja, er zat al vier jaar tussen uh, de eerste plaat en, en die, de tweede uh, die eraan zat te komen. Ja, want je zat met een writersblok. Je zat met ertussen. een writersblok okay. en dat was. Dat was uh, Allee, het moest plots wel vooruit gaan. Uh, we hadden, uh, ik had dan een studio uh, gezocht, maar ja, om de agendas van de, de mensen die toen bij de groep speelden nog mm -hmm. terug samen te krijgen... Iedereen had natuurlijk ondertussen ook andere projecten aangenomen, dat was heel moeilijk. En toen had ik beslist van, weet je wat, Zesde Metaal is gewoon uh, ikke en wie dat er op dat moment vrij is. Dus uh, als we een tournee gaan doen, dan bel ik, ik van... Wil jij en jij en jij meedoen? Dus dat, dat was ook. Uh, dus toen hebben we die plaat ploegsteert opgenomen met een aantal mensen, waar er al een aantal uh, muzikanten bij zaten die dan nog, nog, nog meer dan tien jaar gingen meegaan. Maar, um, maar dan hebben we daarna ook nog een EP opgenomen met Bjorn Eriksson en, en Thomas de Smet. Uh, met dus weer een totaal andere bezetting. Maar gek genoeg is eigenlijk die. Uh, ja, met, met die plaat ploegsteert zijn we met mensen gaan spelen die gewoon eigenlijk voor die tournee mee waren. En dat klikte zo goed dat we zijn blijven samenspelen. En zo is die sound wel redelijk snel heeft dat, uh, zijn kleur gekregen. Een ploegsteert is eigenlijk ook weer zo'n klein beetje dat typisch cliché van het nummer dat de plaat niet ging halen, maar ja. dan uiteindelijk. De, de, je hoort dat vaker. Hè? Zo, ja. Ik heb dat rap bij ingeschreven, want er moest nog zo'n ding bij. Of dat past helemaal niet in wat dat je vond dat ja. de sfeer of de, het idee van de plaat was. Ik had een super autobi autobiografische plaat geschreven. Uh, um, ja, ploeg, de plaat Ploegsteert. Uh, de werktitel was ook Irbius. Dat zie je trouwens nog aan de hoes. Uh -huh. uh, dat is een, een Antwerpenaar, een vriend van mij, die dat geschilderd heeft. Voor Hem de associatie met Ierbius met West-Vlaanderen was de kust, ja, maar ik denk ik helemaal niet van de kust. Maar hij had een schilderij gemaakt eh, van met zicht op de zee: Ierbius is het goed en uh, en echt, een, een zijn schilderij was af, de hoes was af. En de, dan zei ik van ja: Het is wel niet Ierbius dat je er moet opschrijven, maar ploegsteert, ploegsteert ligt ook totaal niet aan de kust, nee, um, en dat kwam dus omdat. Uh, dat nummer ploegsteert. Dat ik, ik had dat geschreven in opdracht van het Museum in Roeslaren voor een herdenking van Frank van den Broeke zijn uh, dood. Mm -hmm. En uh, ik, ja, ik vond dat nummer te goed om het niet op een plaat te zetten. Ik dacht, ja, als het niet op deze plaat staat, waar, waar gaat het dan... Dus op, op het allerlaatste moment had ik besloten van, oké, okay, we gaan dat toch opnemen. En dan... Uh, en dan was het Christine Hemmerechts, met wie dat ik toen een voorstelling aan toen was, die zei, van, die had al gezegd met Akate dat dat zo'n uh, slechte titel was. Ja. Um, was er niet helemaal ongelijk Ja, denk. ja, ja, voilà. Ja, ja. En ik dacht... <laughs> en zij zei van, hier, nee, nee, ploegsteert. Je moet, de titel voor je plaat is ploegsteert. Maar ik zei, maar ja, ik zeg, dan gaan de mensen denken dat heel die plaat over Frank van den Broeke gaat... Dat maakt niet uit, zegt ze. Ja. Die, die een titel moet aandacht uh, pakken. En, en dat, ze had, uh, ik dacht, ik ga ze nu een keer ik ga haar advies volgen. En ze had wel ferm gelijk natuurlijk. En ploegsteert was ook een moment. Hè, want uh, je hebt dan die song dat eigenlijk bij wijze van spreken niet bij je plaat past. Want alles is heel autobiografisch. En ineens gaat dat nummer gaat over een specifieke persoon. En je, dat klopt toch, dat je dat, je hebt dat, op, je hebt dat gedaan hebt op de laatste show, hè, dat ja. nummer gebracht. En ja. vanaf dat moment, want dat is wel een moment dat je ineens voelde: ja, er was wel een voor en een na. Hè. Ja, ja, ja. Heel hard. En dat heeft ook weer, he, dat heeft met zo zoveel factoren weer te maken. Hè. Dat was de, de muziekredactie van de laatste show had ons gevraagd om Ear te spelen. Die mm -hmm. een muziekredacteur was, had dat nummer gehoord en vond dat hij dacht van oh dit ik vind ik ongelooflijk. je moet dat nummer komen spelen dat was van mij ook mijn favoriete nummer op de plaat dus ik dacht oh de ja, max dat jullie ging daar ging ook de titelsongs zijn voilà. van de plaat dus dat, ja, dat ja, klopt ja. um, Helemaal op het laatste belt hij ja, met nog met, met de redactie toch gedacht dat misschien allez, voor de, kijk, een breder publiek gaat aanspreken, als we dat liedje over Frank van den Broeken doen. Mm -hmm. nou, dat ik, ik dacht, van, minste representatieve nummer, moeten we nu op de <laughs> tv gaan spelen. Ja, ja we geloven uh. toch dat dat een beter idee is. En ja, dat mm -hmm. was een schot in de roos. Dat is het moment. hè? Ja. Dat is het moment. Ja. Ja. Weet je, maar je, je hebt hem toen ook geneeld? Het is lang geleden dat ik die vis nog eens gehoord heb, maar je, wordt wel, je het was ook, voelde ook van jezelf dat je, dat je een, een topshow of een top Dat, was, toen... dat was een heel goede uh, passage ook. Ze hadden mij toen op, op voorhand ook de vragen gegeven. Want ik ben zo iemand die, ik kan heel zeker, zo, als je maar een paar dingen mocht zeggen, dan, dan denk ik heel veel, passeren er zoveel gedachten in mijn hoofd dat ik niet meer mm -hmm. uit mijn woorden raak dus ze hadden mij op voorhand de, de vragen gegeven waardoor dat ik ook de, de babbel eigenlijk heel vlot deed en ik maakte eigenlijk echt wel zo de passage dat ik van gedroomd had van als dat ja. zou kunnen gebeuren en dan het is kwam ook ik... mooi dat ze dat, dat was ik vergeten dat ze beelden van hem gebruiken, hè? terwijl dat je ah, wel dat was, dat was het ja. ding dat ze en dachten Tom van en... dag gaat had... ja, ja. Tom Pinter. Ja. ook ja mm -hmm. jong ook wel tegelijk hè ja ja, ja. Je had ook zo die coole hippe uh, Zoutkoep. Ja. Die, die, de, de coole neklap. Toen ja. dat een even terugkwam en, ja. en geclaimd werd door de coolere mensen. Ja, he, de, niet meer de Johns van de jaren tachtig, ja, 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 ja. maar zo de coole, hippe dudes. Dat is wel. Uh, maar jongen, Jesus Christ. Jij bent eigenlijk weinig veranderd. Je ziet het alleen op je van boven. Dat is eigenlijk alles. Ja. Maar eigenlijk voor de rest. Want was, dat, dat, dat maar doet... dat was een andere tijd, hè? want dat was wel een tijd dat je. Social media was er nog niet, denk ja, ik. Of nee. nog ja. niet zo hard. Nee, nee, nee. Nee, nee. Wat, nee, wat je dan niet nu doet, ja, dan, dan gaat je in mijn backstage en alles ontploft. Dus ja. Weet je nog hoe dat, dat binnenkwam? De... Ik kwam. Um, nadien, uh, hè, bedoel nadien, ik. Uh... Ah, wel, ik had al. wat al in, in taal van kranten en zo gestaan en tijdschriften. En da dan krijgen ze zo'n een keer. Je onkel of je tante die, die zegt: van, Oh, oh, ik heb het gelezen in de HZT. Ja. Maar eigenlijk doet dat, doet dat vrij weinig. Maar die passage op tv was gewoon: dat was, ja, ja. Ik, ik ging naar de broodjeszaak waar ik al jaren ging, uh, die plots... Die mij plots zagen staan. Zo van: Oh, uh, uh, ja, ja. ik ging naar de crash waar ik uh, mijn kinderen gingen. Oh, de papa, de papa is op, uh, op, op, de, op de televisie geweest. Ik uh, ja. er nog in Antwerpen. <laughs> uh, nou, dat zou wel echt verraders geweest <laughs> ja, zijn. Ja, het ja. Uh, <laughs> ik vind dat ook goed. Dat dat, dat dit bij iedereen. Hè. Je, je merkt dat ook bij de, bij de Jelle de Beulen of, of bij um, de, ja, de Jens of zo. Zo iedereen dat zo van West-Vlaanderen komt, als die dan zo iemand nadoen van oh. Yes, he, op de tv <laughs> geweest. He, zo. Dat is altijd zo. Ik vind dat heel grappig. Dat, je, dat, 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 dat is wel zoiets enorm West-Vlaams. Ik vind dat zo ja, ja, ja. cool. Omdat dat ja. altijd zo doorzij. Zo daar. <laughs> zo, 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 manier is op een tv. Maar dat, zo, je, maar, dat is, je altijd... maar dat je die zin analyseert. Ja, ja. Is dat, eigenlijk dat, dat, is, dat is lief bedoeld. Dat is ook zo. Dat, ja. ja, dat ja. voelde Dat is ook het toffe eraan, Dat ze altijd voelen van. Hoe zeg je dat amai, maar ook zo niet te veel showneu ook niet, hè. <laughs> zo zodat dat er zit ook altijd zo'n ja. ding onder dat ik heel leuk vind, on, on... voeten op de grond, ja, ja dan ja, ja, nonkels ja, ja. non gegeven ook, okay. en dan zo, hier ja? Allee. zo, ja, of, of ja, zelfs dichterbij bij bevergim, dat ja, is ook ja. één, dat, dat ja. ik zeg niet dat het meer dan dat, want dat komt mm. dan ook heel erg in, hè, ja, ja, ergens ook de, de, direct de, de krabbenmand ook van... Rustig. 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 Dat voelde nog altijd... In het begin vond ik dat heel moeilijk. Hè, als ik uh, terug ja, in mijn uh, geboortestreek ging optreden... Nou, ik keek er altijd heel erg naar uit. Ik dacht van... Ja. Oh, dat, dat optreden daar, dat gaat de max zijn. En die en die en die gaan er zijn. En, ja. uh, en dat waren altijd de moeilijkste optredens. Ah oh ja. Dus also, het, nooit zand in eigen nee. land, dat, dat, dat ja. merkte je zo wel. Ja. En totdat ik begon door te krijgen van ja, maar wat dat super belangrijk is, is dat je eigenlijk begint met te tonen: van, Ik weet dat ik van hier kom. Ja. Omdat dat, dat is iets dat je zelf ook, ik herken dat zelf ook wel als, als je naar iemand gaat kijken of zo, die, en die geen enkele referentie of geen enkele op geen enkele manier laat voelen van ik, ik ken jullie nog wel ze ja, van, van vroeger ja, ja. toen ik ja. ook gewoon uh, alleen op dezelfde schoolbanken zat met jullie of zo. Allee, ja. als je dat niet doet komt daar gewoon ontzettend arrogant over zo door iets niet te zeggen eigenlijk komt ja. de arrogant over Ja. Ja. En dat leerde dan wel van uh... misschien uh, toch wel even, want je, je hebt wel echt lang ook in Antwerpen gewoond, dus je kent dat ook Antwerpen. Dat zal ook een deel voor altijd van u blijven. Ja, ja, ja. Dat is toch? Um, ja, is dat? Hoe zie jij daar nou? Is er iets uit Antwerpen dat je hebt meegenomen? Misschien een lief. Nee, lief is niet. Hè? Uh, nee, ja, maar, ja. ik heb mijn vrouw in Antwerpen ja, leren nee. kennen. Een maar... IJslandse. Ja, hè, ja. ja, uw vrouw. Ja. ja. ja, ja. Uh, goh, ik, heb nog, ik heb sowieso nog, nog veel vrienden in Antwerpen. Ik kom hier uh, kom nog regelmatig uh, in Antwerpen. Ik zal het zo zeggen. Uh, hè, is, hè, ja. er, is, er is iets... Wat je dan zoeken, André? Er is een terechte <laughs> ding altijd met Antwerpen. Er ja. is veel over te zeggen. En zelfs als je een Antwerpenaar bent, nou, weet je ook... Oh, ja, we ge het ligt ook dikwijls aan ons of zo. Ja. Maar je bent natuurlijk iemand die hier ook gezeten is is heeft. Is er wel iets aan gezegd dat je toch een beetje liefde voor de Antwerpen naar Noordwest-Vlaanderen hebt meegenomen? Wat ik heel, heel tof vond aan, aan Antwerpen en nog altijd vind, is dat, dat er... Dat uh, als iemand voor iets gaat of zo, dat dat, dat dat ook gezegd wordt. En, dat, dat, van, en daar, dat daar ook voor gegaan wordt, dat dat... Um, um, er is ambitie of zo. Mm. Um, in West-Vlaanderen kan, ambitie, is altijd gevaarlijk. Je moet dat eigenlijk, je moet eigenlijk zo, mooi, eigenlijk... nu, nu, ik doe het een beetje. En dat dat dan toevallig heel goed blijkt, dan moet ook nog zeggen, ja, ik weet ook niet wat dat komt. Wat helemaal wat met die proefbussen. Ja, ineens hadden wij. Om kijk te zeggen, het was het hé. Maar ja, je weet dat. Terwijl, ja, in Antwerpen, ja, het, ergens een, ja, een soort professionalisme of zo, ik weet het niet. Uh, het is misschien wat groot uitgedrukt, maar... Uh. Het is raar, he, dat de grote, rijke bedrijven zijn allemaal uit West-Vlaanderen. Ja, 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 Dus, dus niet dat, dat, eigenlijk, als er geld moet verdienen, als er professioneel moet geweest zijn, is het allemaal daar. Ja, dus dat is, ja, dat is eigenlijk een rare... Uh, kronkel. Een, een kronkel, echt een bocht die, die gemaakt wordt... Um, maar zo, ja, zeggen dat je ergens goed in bent in, in West-Vlaanderen, dat is toch al. Uh... Zijn er minder bescheiden geworden door Antwerpen? Um, ik heb dat wel geleerd, ja. Van, mm. van, ja ook te, te durven zeggen van, ah ja, daar ben ik, daar ben ik goed in. Uh, want als, als je dat kunt, dan kun je ook zeggen van, ja, maar, en daar ben ik niet goed in, en dan, uh, dan laat ik graag een andere over. Dat is bijvoorbeeld, toen ik met mijn. Uh, in het begin met, met mijn band, zo, uh, ja, dan schreef ik de arrangementen ook uh, uit. En, uh, ik nam dat op uh, en uh, dan zei ik in de groep: van, speelt jij dat en dat? Alleen ik had het gevoel dat ik dan alles zelf moest doen. Terwijl ik dan ja, geleidelijk aan wel geleerd heb: van, kijk nu, doe waar je goed in bent en geef de rest. Zoek voor de rest, mensen die daarin uitblinken. En als je, zo, de juiste man op de juiste plaats hebt, uh, allee, dan wordt het alleen maar uh, beter. En, allee, dat, dat heb ik denk ik met, uh, met Zesde Metaal zo uiteindelijk, de bezetting dat dat dan geworden is, was, ja, dat, dat was gewoon. Allee, ik, ik zeg was met, met, met Tom die er niet meer uh, is, maar um, gewoon de juiste man op de juiste plaats. Iedereen die weet wat hij waard is, daar ook. Vol een bak vooruitkomt en daarvoor gaat. En dan kom je wel tot, tot dingen waar je alleen niet toe in staat bent. Was dat veel strijd? Als je zo mensen hebt die ondereen zijn en die natuurlijk goed zijn in wat ze doen, dat komt niet altijd overeen met het idee dat jij hebt als jij een song schrijft. Is dat zo'n dingen waar je van zegt dat viel eigenlijk vrij. Natuurlijk op zijn plaats, of was dat toch iets waar soms af en toe eens moest getrokken en geduwd worden, van ja, dat is nu niet waar dat ik wil dat dat naartoe gaat, maar je snapt het niet, zo dat ja, je zo ja. dat soort uh, gesprekken onderling hebt? Of? Dat ging vrij organisch. Ja. In die zin voelde dat, voelde dat gewoon redelijk snel goed, dat vijftal, uh, vijftal en zelfs bij uitbreiding, allee. De, de, de manager en de boeker, Allee, dat, dat is zo'n een een hele ploeg eigenlijk, hè, die moet kloppen. Uh -huh. En, uh, en ja, bij de band, ja, heel af en toe gaat natuurlijk smaak uh, Ik herinner mij dat ik met Tom echt een, een lange gevecht gehad, had, gehad heb over één nummer. Okay. Zo, of dat, uh, nee, van, van, uh, uh, op het album Niveau Kinders. Uh, heb mijn knieën, dat was een refreintje met twee akkoorden uh, mm. en of, twee majeur akkoorden. En Tom vond dat dat een mineur akkoord moest zijn, de, dat tweede akkoord en zo, zo'n ja. stom ding. En daar echt alle twee niet willen van afwijken. Uh, en totdat ik ja, bedoel ik. Het was, ik had het lied geschreven, dus ik had uiteraard wel de, de laatste zeg op het einde. Maar tot zelfs zo live, dat, dat Tom af en toe toch een keer zo die, die majeurnoot er, erin spelen. Zo van. Hey, wat deed je dan? Dat kon je dan zo de... Nee. Maar nee, maar dat was, dat was op zich. Uh, maar dat, 50 ja, daad daad. Emilio, 50 <middels> bucks. <laughs> ja, Kende die hem op als ik kijk. Uh, ik lag meer Niet alleen bij jullie. Dat maar, is, dat is ja, eigenlijk ja. James Brown. Hè, die ja. mis een live uh, optreden. Als dus iemand een foute noot speelde. Dan deed hij het tijdens het optreden. Dat Emilio, 50 bucks. <middels> dan wist hij Fuck, Ik moet 50 dollar betalen. Want ik heb een foute noot gespeeld. En je zegt die muzikanten. Doe ik altijd zo. Ah, Kut. Zo. Die hoorde alles. Ja, ja, ja. En als kind was je ja. daar heel strikt in. Kregen die zijn muzikanten boetes als die fouten, geldboetes. Ah, ja. dat, dat is het omgekeerde van I, ja. uh, van Iels, e, uh, Mark Everett. Mm -hmm. Die uh, op een bepaalde tournee had hij uh, allemaal snoeprepen mee. Uh, om aan zijn muzikanten, als ze iets goed gedaan, dan smeet hij zo ook plots. Even kijken. Zo'n snickers, zonder <laughs> <naar> een bassist. <laughs> Maar, goed, maar je word verteld van een ja. Tom dus aan die noten uh, ja. ja dus eigenlijk was dat, vonden wij elkaar redelijk snel ja. um, en dan dan er wel uh, smaakdingen of zo dat je op den duur weet van zitten daar weer met dat dat weet het toch dat je daar niet meer moet mee afkomen of zo de, dat soort dingen maar nooit, uh, nooit lange discussies of zo heb je er er veel over terug nagedacht toen uh, toen het me niet meer was of toen dat je wist dat het eindig was dat je zo een soort film afspeelde van. Goh, dat komt bij momenten zo. Um, Alleen, ik heb, ik, ik heb eigenlijk een vrij slecht geheugen, mag ik wel zeggen. Maar, uh, um, maar zo met muziek bijvoorbeeld. Ik, als ik, ik zit thuis te spelen of, of ik sta op te treden en ik maak een fout bijvoorbeeld. dan voel ik direct zo de stem van, van Tom. Wat zou hem hier gezegd hebben? Of, uh, hmm. of ben een, een partij aan het uitzoeken van hem die. die uh, dat waren niet de simpelste dingen om te spelen, maar ja, nu soms uh, moet ik dat uitzoeken. Uh, Allee, dan hoor ik, hoor ik wat hij gaat zeggen. Of, uh, hij, was, hij en ik hadden alle twee een, een overontwikkeld uh, taalgevoel, een uh, overontwikkeld taalcentrum, waardoor dat je ja, ook alle flauwe taalmopjes... Uh, Hoort, hè, zonder dat je ze benoemt. Ja. Je hebt geleerd dat dan. Van je moet dat niet altijd zeggen, want ja. dat is één keer op de tien is het leuk en negen keer op de tien is het flauw. Maar wij wisten altijd, wij hoefden maar naar elkaar te kijken: van ah ja, je hebt het ook gehoord. Dus als iemand iets zegt van ja. En, en dan zo om beurten was, het dan een keer van de ene die het inslikt en de andere die het er toch uitvloept en dat het flauw is en dan je zo ja. Zo, ja. Ik had hem ingeslikt of zo. Ja, ja. Dat soort. Uh, dus, ja, op, op dat soort momenten. hoorde gewoon iemand uh, terug spreken. Hè. Uh, ja. Dat is ook wel ja. een. Uh, want het uh, de, dat laat, het langste jaar. dat gaat daar natuurlijk over. Hè, dat nummer ook over hem. En ja. Ja, hij heeft nog uh, meegespeeld op de plaat. En ja. dat is de, uh, de allerlaatste met hem. Dat is zo'n ding. Je zei, je zei iets moois. Ook in een interview vond ik dat je zei van dat is eigenlijk de plaat die ik nooit had willen maken op ja. dat vlak. Ja. Omdat het een afscheid is van iemand die heel lang bij u gezeten ja. heeft. Was dat een moeilijke bevalling of is dat er toch vrij vlot uitgekomen ondanks alles? Omdat dat toch zoveel emoties met zich meebrengt? Het was een ontzettend moeilijke bevalling eigenlijk. Dat ja. was eigenlijk de moeilijkste plaat om te schrijven. Um, op vele vlakken hoor, maar omdat het zijn. Uh, het waren zo'n heftige dingen die gebeurden. Aan de, aan de ene kant. Dus ik, was, ik was ook mijn schoonbroer verloren, mijn vrouw was, zat echt. Uh, allee, een hele, hele diepe rouw waarachter. Uh, allee, als je daarover wilt schrijven. en je zit thuis met iemand die midden in dat verdriet zit. Allee, dat is ook niet. Uh, Hey, wat vind je ervan? Ja, voilà. <laughs> dus ja. Ja, je wilt dat onder de ja, woorden brengen, maar, ja. maar tegelijkertijd voelde je ja, dat is gewoon super pijnlijk. Um, plus dat je in een verhaal zit waar je het einde niet van weet. Hè? Dus Tom mm -hmm. was ziek, dat wisten we allemaal. Dat, dat er een grote kans was dat hij het niet ging halen, wisten we ook. Maar dat is ook geen zekerheid. Dus je, je, je hoopt ook dat het erdoor gaat geraken, de behandeling slaat dan. Aan, hè, je denkt: come on up, um, misschien wordt het iets waar het hem nog tien jaar mee kan verder leven. Allee, de, mm -hmm. uh, dus, dus je zij aan het schrijven aan een verhaal dat je niet van weet: van, als we die plaat gaan, gaan uitbrengen, wat gaat de situatie zijn? Gaat Tom mm -hmm. er niet meer zijn? Iets wat je je moeilijk kunt voorstellen op, op dat moment, maar waar je wel rekening mee houdt. Dus je zei: ik, een verhaal aan het schrijven waar je het einde niet van kent, en je weet wel, de mensen die het verhaal gaan horen, gaan wel weten wat dat einde is. Ja, ja. Dus dat, dat is een heel maffe situatie om... Van, wat, wat moet je dan nu over vertellen? Ja. Um, dus, dus ik vond het heel moeilijk om, om de juiste toon te vinden, de, het juiste verhaal te vinden dat, dat, je, dat, dat te vertellen was. En dat is... Dat is echt. Uh, er is geen enkel nummer dat er echt zo in één geut is uitgekomen. Wat dat soms wel, wel gebeurt. Nu is het echt een. een ja, echt schaven en uh, opnieuw beginnen en, en zo geweest. Maar uiteindelijk vind ik. Allee, ben ik wel. Vind ik het eigenlijk Achteraf gezien wel. Uh, het juiste verhaal of zo. Kijk, ik heb dan, het, het laatste werk om te doen, is, is de dingen in de, de liedjes in een volgorde, volgorde zetten. Ja. Want je schrijft dat. Allee... Ja, ja. Want dat is ook altijd in gedoe. Dat bepaalt zo ook weer het verhaal. Hè. Dat, dat, is, dat is gelijk. Ja, letterlijk, als je een verhaal vertelt, waarmee begin je dat zet de toon. Um, dat is iets waar mijn vrouw uh, altijd wel goed in, is. zei, daar eigenlijk uh, zo. Mee aan geholpen van ja, hoe, hoe kun je dat nu just zetten? Want als je begint met, met het, uh, echt het nummer over doodgaan uh, mee begint, ja, dan, dan, dan krijg je wel een donkere plaat, want dan gaan je zelfs de, de lichtere uh, liedjes ook in dat licht gaan zien. Mm. Um, dus in die zin, ik heb, ik heb uiteindelijk wel het gevoel dat dat, dat dat verhaal wel klopt en ben er wel, uh, wel blij mee. Ja. Dat is ook een... Uh, je gaat nu natuurlijk verder zonder de Tom. Ja. Um, ja er wordt altijd gezegd, en dat is natuurlijk ook... Jij bent de, de oprichter, jij bent het brein, jij bent de main songwriter, jij bent mm -hmm. dat allemaal. Maar ik kan me toch voorstellen dat je zo lang in die bezetting toert dat dat wel... Ja, er is wel een deel van het zesde metaal weg nu. Hè? Ja, hij dus, was de muzikale kapitein. Hè? Hij, ja. hij, hij was iemand die... Als het op arrangeren aankwam, die hoorde gewoon direct van alles in zijn hoofd en allee, dat was een plezier om, om die in de groep te hebben. Het ging heel vaak vanzelf, omdat hij al met een... Hij speelde natuurlijk ook toetsen en, en gitaar, dat is, dat, is, dat is ook de melodie, allee, dat is het belangrijkste in het arrangement. En meestal wordt dan he, de, de drum en de bas wordt daar eigenlijk op afgestemd om die melodie zo goed mogelijk... Te ondersteunen en zo. Dus hij nam daar altijd de, de leiding in, of toch heel vaak. En uh, ook live, dat was zo'n rasmuzikant. Um, ja, dat was, dat was iemand. Je aan het spelen en dat was alsof dat er eh, iemand achter u staat en zegt: van, Valt maar wanneer je wilt, ik ga je sowieso opvangen. Mm. Dat was Tom zijn, uh, zijn kracht. Uh, dat was hij was dat bij Zita Schoen, was hij ook mm -hmm. een ongelooflijk ja, niet de frontman maar wel nee, nee. de echte dat, is, dat was ook een enorme podiumpresence. dat is ook iemand waar je nooit naast kon kijken nee, het is ja. eender in welke band dat je zat was iemand dat opviel hè. Ja, ja ja absoluut ja. Ik... en is dat dan sorry is dat dan uh, iets dat je zegt van ja je, je gaat nu natuurlijk verder zonder hem dus die een band gaat eigenlijk ook veranderen. Zowel denk ik ook soundgewijs als alles, zal er toch iets anders aan gaan zijn. Er zal zeker een voor- en een na zijn. Ja. En er zullen zeker mensen zijn die zeggen van, oh, het is metaal. Zonder een tom, dat is toch niet meer Zesde metaal. Dat, uh, dat, dat, is, uh, dat is zeker, uh, alleen dat is onon, onontkoombaar eigenlijk. Mm. Uh, Tegelijkertijd is dat ook een kans om, om uh, ja, nieuwe paden te verkennen. Mm. Um, en wat ik ook wel voel, allee, do, ik, dat is eigenlijk al, het is meer dan het is twintig jaar, alles meer dan twintig jaar dat ik, dat ik Tom gekend heb en uh, die was eigenlijk ook in mijn beginjaren al de eerste liedjes in het West-Vlaams die ik opgenomen heb, uh, was ook onder andere bij Tom. Um, dus ik heb heel veel wel van zijn reflexen of zo zijn ook een beetje de mijne geworden. Hmm. Uh, Allee, ja. hey, wat zou Willem nu doen? Denk ja. ik ook van wat zou Tom hier doen. Um, dus in die zin gaat dat er ongetwijfeld dat ook altijd wel een beetje in zitten, ja. dat DNA. Hey. Ja. Was dat trouwens, um, dat is misschien wel persoonlijk, dus als je dat niet, dan moet je er ook hmm. niet op antwoorden. Maar dat is een aflopend verhaal, je weet dat. Mm -hmm. uh, dan gaan we het over tijd. Ja. Tijd dat je ten volle wilt benutten. En sowieso is het antwoord: van ja, Je deed niks liever dan muziek maken. Mm -hmm. dus, maar ik dacht wel zo: Je had ook een vrouw en die heeft ook kinderen, of die laat ja. ook achter. En was dat de band met, die, met, met zijn echtgenoten? Het moet ook raar zijn, omdat hij op dat moment ook weet dat, dat jullie die, de resterende tijd meer gaan zien dan haar. Ja. Das, das, ik zoek niet naar iets of zo, maar das, ja, ja. dat vind ik wel een, een, een vast. Dat geeft ook een verantwoordelijkheid. Van Absoluut. Ik heb, ik heb dat veel gedacht hoor. Um, want ik had eigenlijk een, een, een vriend uh, die gestorven was aan, aan darmkanker. Uh, eigenlijk met hetzelfde verhaal. Um, twee jaar geleden is hij gestorven. En ik heb ook zijn langste jaar dan meegemaakt. Um, en die had alles in teken, gewoon was gestopt met werken, alles in teken van zijn gezin. Zijn mm -hmm. kinderen, filmpjes gemaakt van als, uh, voor, voor als ze voor het eerst gaan studeren, als ze een eerste lief hebben, als ze gaan trouwen. Mm -hmm. Zo, al die momenten van daar ga ik niet meer zijn, maar kijk, ik ga er toch ik ga er op die manier wel zijn. Allee, oh man, dat vind wel moeilijk. Ja, oh, ja. Die heeft dat, allee, dat... was onwaarschijnlijk hoe hij daarmee mee omging. Mm -hmm. En dan bij Tom was het... Tom was, was iemand die kon ook die kon op de oppervlakte heel makkelijk babbelen, maar over echt diepe de echt emoties daar... Daar geraakten die ook alleen maar met de muziek. Ja, 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 ja. Dus die begonnen echt... Ja. Uh, uh, <laughs> dat is <ook> <laughs> ja. 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 En muziek, ja. dat was een taal die hij als geen ander sprak. Dus hij koos voor die, voor, voor die taal. Maar ik heb dat ook dikwijls gedacht van... Allee, Tom, moet jij niet gewoon thuis zitten nu? Maar... Dat, dat, dat was niet, sterker dat kunnen, dan hem. Dat, dat, dat kon dat niet voor hem kiezen. Ook nee, niet, dat was, dat was nee. zijn keuze. En, nee. en ik denk... Hij zal waarschijnlijk ook gedacht hebben van... Ik, ik Allee, dit gaat het mooiste zijn. Wat ik kan achterlaten in deze omstandigheden, is dat ik nog zoveel mogelijk van, van muziek... Wat ik, de taal die ik beter spreek dan, dan, dan die van de woorden of zo. Mm -hmm. uh, ja. Wat heeft nee. hem de... Heeft hem de plaat gehoord? Of hoe hard heeft hem de plaat gehoord? Uh, hij heeft er eigenlijk nog... Nog even aan gemixt. Dus we hadden alles opgenomen. Hij heeft dan um, hij ging dan de plaat mixen. Hij heeft twee nummers zo redelijk afgemixt, dat, dat hij echt uh, doorgestuurd had, ook al. En uh, dan, is, uh, da, dan ging het niet meer. Dan kon hij niet meer kon gewoon niet meer werken aan zijn computer. Dat was drie weken voordat hij gestorven is, uh, hmm. uh, heeft hij. Gezegd van. alleen dan, dan is Jo Franken uh, ja, uh, ja. en Pietrian jan Martens zijn ja. er aan bijgekomen en hebben eigenlijk een beetje allee, veel met hem gebabbeld nog. En uh, Van hoe zie je dat en dat? en dat snap ik toch niet waar dat je daarmee naartoe wou. Ja, want dat moet ook uh, een zotte bedoeling zijn dat je zit met iemand die, ja, die niet meer de 100% of de 120% kan halen. Dat, dat moet emotioneel, want je kunt je nog op dat moment kritiek hebben, kunnen nog. Ah, dat, ja, dat moet een, een mindfuck geweest zijn, van hier tot hier in de rechter. Ja, ja, ja. Dat... Ik weet dat je dood aan het gaan zijn maar moest dat stuk erna ja, in ja. Denver? <laughs> het, was een, het was een heel, heel, ja. Ja. heel raar moment. Uh, dus Jo belde naar mij, van... Ik bied, ik, ik bied het aan, maar ja... Jo is een heel druk bezette, druk bevraagde producer. Dus hij belde van... Wannes, kijk, ik wil... Eventueel, als jij dat ziet zitten, wil ik mijn agenda vrijmaken om dat verder af te mixen. Ik dacht, ongelooflijk. Zo heel voorzichtig naar Tom, gevraagd: van, uh, Zou jij dat zien zitten? Ah, ja, ja maar ik heb het hem zelf gevraagd. Ah, oké. Okay. Ja. Dus uh, Voor Tom was dat oké okay ook. Um, maar ja, dan kwam. Dan uh, vlak voor op reis vertrok, dus we waren midden juli, um, heb ik daar een gesprek met, met Jo en hij zegt, ja, wat is dat? Ik heb de plaat beluisterd en allee, met alle respect voor wat jullie gedaan hebben, maar als, alleen, ik moet een beetje weten, is dit? Willen jullie gewoon dat ik hier nu een strik, een mooie strik rond doe en zeg, van kijk, dat is wat we gedaan hebben met ons vijf? Of wilde jij echt ja, dat dat een volwaardige plaat is waar dat je mee kunt gaan toeren en zo? Ja, en dacht, dacht joh, ja, wat, wat bedoelde? Mm -hmm. En dan haalde hij echt, echt zo dingen aan van ja die song, ja daar, ja die een tekst, ja, dat kan toch nog. straffer? en daar, ja, daar zit daar eigenlijk uh, geen, geen echte brug in. Uh, is dat? Allee, en die begon echt zo fundamentele vragen te stellen. En daarmee moest ik op reis vertrekken. Zo, ik dacht van, de plaat is af, voilà, up, achterover ja, euh, gaan ja, ja, ja. liggen. En dat was ook ja, een, een heel moeilijke vraag persoonlijk, van uh, willen wij daar nu nog aan gaan prutsen of niet? Ja. En dan eigenlijk op... op tegen, ik kwam terug van... Ik ben vroeger van, van de reis moeten terugkeren, omdat Tom al gestorven was. Um, dus we konden het er ook niet meer over hebben. En dan hebben we eigenlijk... Uh, Kort na de begrafenis hebben we samengezeten met de band van: Oké, okay, wat is het? Gaan we, er nog, gaan we er nog aan prutsen? En dan dachten we, ja, maar Tom ging die dingen ook tegengekomen zijn in die fase. Dus het grootste eerbetoon dat we kunnen doen aan Tom is te zorgen dat die plaat echt gewoon aan ja. dat dat topplaat is. En uh, Dus hebben we er toen echt nog, we hebben ze een maand uitgesteld en we hebben nog. Ja, vooral eigenlijk op, op vlak van zang en teksten en zo nog wat knip- en plakwerk, wat dat sowieso altijd gebeurt uh, na opnames. Uh, mm. um, en we zo... Allee, tot een plaat. En ik, ik weet zeker uh, dat Tom hier uh, super blij mee zou geweest zijn. Juist het moment dat je, dat je het hoorde worden toen op reis, dat ze u gebeld hebben of dat je, ja. dat, je dat wist? Ja. Ik had juist een dag ervoor aan mijn vrouw gezegd, um, als ik uh, thuis kom, wil ik, ga ik direct naar Tom. Want uh, ik voel dat het echt niet lang meer gaat duren. En ik wil hem toch nog ene keer gezien hebben. Want de laatste keer dat ik hem gezien heb was eind juni in de studio. Mm -hmm. um, en ja, op de dag daarna, we waren met, met vrienden en familie, waren we op. op uh, op reis in, in IJsland, uh, en echt, we zaten echt in the middle of nowhere. En het was de laatste dag van die groepsreis. Wij gingen dan nog, nog een week daar blijven, bij de, bij de familie van mijn vrouw. We kregen... Uh, ochtends uh, ja, de, onze wegen gaan uiteen uh, gaan, en... Uh, ze waren een feestje aan toen doen. Mm -hmm. de, de, de auto opengezet, de boksen luid En dan stonden we allemaal te dansen om negen uur s ochtends zo op, op muziek te dansen. En plots zie ik mijn vrouw, ze staat zo te bellen zo, in zo'n lavaveld. Uh, uh, en ik denk zo: van, wat, wat staat die daar nu? En ja, dat was eigenlijk, zij, zij had het telefoontje gekregen. Um, ik had mijn telefoon niet gehoord. En, uh, dus ik stond daar echt ah, ja. voluit te dansen. Zo. En dan uh, kwam mijn vrouw van... Kom eens hier. En dan... Tom is gestorven en dat... Mm -hmm. dat ik... ik Allee... Je hebt een jaar tijd om je daarop voor te bereiden. Ja, en dit, dat dit was is nooit, hè. Een ja. ja, ijskoude douche... Uh, ja, daar was ik echt uh, niet... Toch niet op voorbereid. Nee, dat is nooit. Hè? Dat is het ja. zotte eraan, dat je dat nog lang op voorhand kunt weten. Ja. Je weet dat dat gaat komen, ja. maar het moment dat dat dan gebeurt... Dat werd plots zo van... ah ja. maar hij gaat... Dit... Ik ga niet meer... Ik ga, ik ga toch niet meer kunnen langsgaan en... Pff, het is ergens ook... Ook omdat het zo lang duurt, het is ook zo'n... Zo ja... Het is ook ergens een spanning of zo ja. die... die die lost. Ja, ja, ja. Er zit ook een, daar zit ook een alle... opluchting. Ja, bij. Maar, maar raar, maar, 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 alles ja. alles ja. eruit komt. En, um, ja. Ja. en ja, ja. dan. Ook wel mafsen. De, de... Dus allee, we stonden er met veel mensen. Allee, de... Er waren veel mensen die. Ah, ook wel direct wisten: van... ah ja. Dat is slecht nieuws. Uh, uh, wat dan mij opviel, gewoon. de mensen die ook zo iemand. Dicht of dierbaar verloren hebben op een, op een leeftijd, zeg maar, die, die hè, te, te vroeg, jong, te jong, ja. Hoe dat dat direct, al die mensen stonden direct mee te janken op zo'n manier dat ik denk, dat je eerst denkt: van maar, allez, jullie hebben Tom toch niet zo goed gekend? En dan denk je: ah ja, nee, tuurlijk. Uh, ja. Dat is dat verdriet ja, dat, ja. dat terug boven komt. Hoe dat, hoe dat je als mensen daar met elkaar resoneert of zo, dan mm -hmm. ook ja, want ik weet het zelfs nog van uh, ik, ik ken dan Tom ook al lang van gewoon elkaar tegenkomen en hallo zeggen en een korte babbel of mm -hmm. dat, ik die, dat ik die zag en ja, je, dat is ja daar raakt u altijd hè, je leest ja, ja. dat die een overleden is en je denkt fuck ten eerste ja dus ook, dan denk je ook, allee, ik had automatisch zo van wanneer is nou de leskeren ik die je gezien heb. He, want ja, ja, je kunt ja. dat zo hebben, zo ja. hé, hey, maatje, ja. ba, 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 ba. tot de volgende, he. Maar ja. dat is niet tot de volgende. Ja, ja. Ja. Ineens. Ja. Dat dator van dat gaat nooit niet meer hebben, dat gesprek. En ten tweede ook, ja, die is onze leeftijd, he. Je stot daar en je denkt: Ja, fuck man, deze was het voor hem. Ja. Wat echt heel, ja, dat komt wel binnen of zo. Dat, dat heb je wel altijd. Ja, het enige wat je, hoe verschrikkelijk ook is, maar je kan dan ook ergens ook wel ontroerd worden als je dan ziet wat dat, uh, ja, op een bepaalde manier komt er ook een golf van erkenning. Niet dat hem die nog nodig had, maar die domineert dan wel even alles. En dat is ook oppervlakkig ook, het schoonste geschenk dat je kunt hebben. Zo ik snap ja. wat ik wil zeggen? Dat is ja, wel, ja, ja. Het is overal ook mensen die. Ook een nieuwe generatie. Hè, want die gaat ook al lang mee en zo. Maar dat is, geen, dat is niet een schijn perschat, ja Er zat hè. ook al gras Tom... in die krollen. Ja, zo, ja, ja, ja. Hè? Maar Tom denkt... Pintus is nooit ja. een frontman geweest. Nee. Dat, was, dat was ook een beetje een, een, een musician's musician zo. Ja. He, zo uh, en ik vond dat dan wel. Ook, zeker als er dan ook dingen over darmkanker en laat u testen en dergelijke. Denk ik altijd van ja. Als, het is altijd zinloos. Maar het, Ja, ja. Het was wel heel veel liefde of zo. Er was wel veel. Absoluut. En ook absoluut. die show in OLT en zo. Hé. Hey. Mooi mm -hmm. toch? Mm -hmm. Daar had hij zelf over gezegd. Uh, ik heb nu al FOMO dat hem er niet ging bij zijn. Oh. Ja. <laughs> dat was ook. Tom wilde overal bij zijn. Ja. Of zo. Als er iets ja. uh, leuk te beleven was, dan, dan ging hij er zijn. Um, en ja, dat heb ik heel die avond gedacht: van, man, die zou dan moeten. Gezien hebben dat dat, bedoel, dat was, dat was een grotere netwerkavond dan de Mia's. Dat was echt mm -hmm. iedereen. Was ja, daar. ja, ja, uh, En ook nog de kinderen, denk ik toch ook dat dat een mooi geschenk is, dat is ook slechte woorden, maar zo een. Na een dagboek, ook voor, voor de echtgenoot, mm -hmm. toch weten wat je betekent. Dat het niet betekent, betekent. Ja, en ja, ook. Voilà. Uh, ja. Ik weet niet hoe oud dat de mm -hmm. kinderen zijn, waarschijnlijk. Maar er gaat toch een moment komen: er is weer iets dat ze kunnen, dat toch tastbaar is van dat was wel wat papa geweest is. Of zo. Ja, ja. en dat is het ongelofelijke aan, aan muziek. Hè. Dat is eigenlijk een, een, een hack die wij als mensheid hebben op het leven. Hè. Mm -hmm. uh, je laat iets achter. Uh, dat ook als terftje, gewoon als ik morgen een plaat van Tom Pintus opzet, dan is die er hè? Alleen ja, ja, dat ja, ja. Dat, ja. dat dat is, uh, ja, dat is toch iets ongelooflijk dat is, dat denk ik, is dat niet wat dat elke artiest een beetje probeert te doen, dat zo langer leven dan dat ga jij leven? Ja? Dat je door het van ja, ja ik kon toch iets achterlaten, waar je van zegt willen of niet, maar deze blijft wel of hè, ja? in, in welke mate dan ook. Ik vind, ja. dat, dat is, ik vind dat enorm uh, troostend. Um, ik weet dat mijn, uh, mijn vader had zo tegen zijn uh, pensioen, hij was, dus, was uh, onderwijzer geweest heel zijn leven. En uh, tegen zijn pensioen um, begon hij zo te denken: van... shit, wat, 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 wat heb ik eigenlijk betekend? Uh, ik mm -hmm. heb ook, ga niks achterlaten. En dan wou hij plots zo'n bedrijf beginnen en, en zo, maar iets. iets Beetje, beetje absurd uh, dat wij echt zo moesten zeggen pa wij komen echt iedere week komen wij iemand tegen die zegt ik heb bij uw vader in de klas gezeten en dankzij uw vader zijn we uh, ben ik dag geworden of, uh, mm -hmm. of ik dacht dat ik niks kon maar uw vader heeft mij laten zien dat ik goed was daarin of uh, allee ik denk dat we, dat we als mens eigenlijk soms te weinig van onszelf beseffen van hoe dat we Eigenlijk voortleven in de kleine dingen die we ook mm. uh, doen voor een ander. En dat is dan weer de godsdienstwetenschapper die <laughs> ja. het woord is. <laughs> Mijn god, de cirkel is bijna rond. Ja, het is wel één aspect van u dat ik toch nog even wil, wil belichten, want ja. hè, de muzikant hebben we het veel over gehad. Maar ik heb u eigenlijk leren kennen als een humorist, hè, als iemand die grappig was op een podium. Mm -hmm. En er zit ook een heel deel van uw co scenarios schrijven van Bevergem en zo. Er is ja. heel veel humor in u, ook in grond en, en ja. die dingen dat jij doet. Dat is ook zo'n aspect van u waar ze het eigenlijk minder over hebben dan over uw songwriting of uw. Of, of, of uw muzikantschap. Maar het is ook een ding. Dat, dat vond ik ook heel opvallend bij u. Je hebt een hele succesvolle tour gehad. met Wannes en Dries. die een allereerste. die zelfs drie seizoenen heeft geduurd. of zo, denk ik. Ja, ja. Maar dan was er wel een moment dat jij voelde. van als het grappig moet zijn. beginnen tegen te steken bij u. Ja, ja om, om, um, omdat ik in de eerste plaats. Voel van ik wil iets vertellen en ik voel dat humor daarbij helpt om wat ik vertel alleen met, met genoeg suiker of ja. zo toe te dienen. Uh, maar ja, als, als het moet grappig zijn, allee, als comedian hebben eh, je mm -hmm. eigenlijk een, een wet ook van als, als ze allee, Twee minuten ja. niet gelachen hebben, dan, dan zit je show niet goed in elkaar. Of moet we net zo spannend en interessant zijn dat het kan, ja. maar anders ja, wel, dan voilà. zit je wel in de shit. Ja. 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 Ja, ja. En ja. dat voelde ik van dat, mijn, dat daar mijn kracht niet lag. Dat uh, ik kon mensen doen lachen door over iets serieus bezig te zijn en daar een, een draai aan te geven. Uh, dus ik voelde van mijn, mijn uh, humor zit. Niet in van jongens. Allee, als ik dat is dan misschien die, die positie van underdog of zo van. Als ik een comedy zou zeggen van Johannes Kapelle, uh, allee, een uur lachen met Johannes Kapelle, dan ga ik het echt, uh, dan ga ik het niet halen. Ja, mm -hmm. de mensen zeggen ja, zo grappig is het nu wel niet. Ja. Yeah. Maar als mensen nu naar Mozart en Schubert liederen komen kijken en ik praat dat aan elkaar, mensen verwachten niet dat ze gaan moeten lachen. Ja. Yeah. En vanuit die positie kan ik wel van. Ah, gedacht dat hij hier heel naam serieus ging zijn. Maar. Allee, dus dat is een soort. Ik kan het makkelijk vanuit de underdog-positie doen. Van ik ben geen comedian hoor. Maar. Allee, het lachen is, is surplus. En dan, uh, dan zeggen we mensen achteraf. Van. Hey, zeg, dat was precies. Uh, of je moet stand-up comedian worden. Maar denk van ja, nee. Mm -hmm. dat, dat zou ik niet kunnen. Want allee, daarvoor. Allee, jullie staan echt op podium, of jij staat echt op podium, maar dat is de pretentie van: jij komt naar hier en jij gaat vanavond echt goed gelachen hebben. Ja. Daarvoor moeten toch uh, stenen kloten. Ja, een, een ander soort voilà. uh, mentaliteit. Hè, voilà, ik en da, wel. Ja. Ja. Da, dan kom je weer op: je moet weten waar, dat je, waar dat je kracht ligt. En uh, bij mij is dat niet daar. Maar dat is wel cool dat je het woord underdog bovenhaalt, want dat is eigenlijk een van de allereerste dingen dat je zegt. En dat vond ik ook wel een goede zin. Hè? Bij, bij, de, bij je komisch zijn kun je zeggen: daar kan ik nog altijd vertrekken vanuit een. Je verwacht het niet, maar bij je songs kun je dat niet meer. Nee. En er was een moment dat jij voelde: alles wat jij gedaan hebt, ook, hè, je, hebt nou, je bent een laadbloeier, zoals je zelf zegt. Je hebt een lange naloop gehad hè, naar, naar je succes. Maar de ene keer dat je er was er was wel een moment dat je besefte: ja, ik was de underdog, maar dat ben ik helemaal niet meer. Als het daarover ja. gaat. Ja, waardoor dat plots, dat was mijn, mijn inhoud of zo, hing daarmee samen, hè, wat dat je komt vertellen. Uh, eh, ik ben maar uh, een simpele West-Vlaming. Uh, zo, werden plots, uh, hadden mensen plots iets van: oh, uh, die heeft iets uh, te vertellen. Uh, ja, ja, ja. En dan, dan moeten wel. Dan moet het plots... Ja, echt... Wat wil ik eigenlijk echt zeggen? Want dat, die underdog-positie is ook maar een masker of zo. Hè? Mm -hmm. uh, ja. Comfortabel, plezant, want ja. je kunt ook altijd alleen maar winnen. Er is zelden een manier ja. dat je kapot kunt gaan. Maar als je dan ineens die, die kerel wordt, waar ze... Hè, want dat is ook zo. Er worden wel wat superlatieven over u en over het zesde metaal Hè, mm -hmm. Neergeschreven ja, en ja. gezegd: als in jullie zijn een klein beetje. Je ja, ge, ge hebt gedaan wat je ge zei dat je ging doen. Je bent ja. een opvolger van Willem Vermanderen, maar je bent ja. nog meer dan dat. Je mm -hmm. doet pop, je hebt rock, je werchter je hebt dingen opengetrokken voor het Nederlandstalige lied. Je hebt dat ook een beetje inderdaad vanuit dat stof onder het gold. <laughs> ja. Dat is veel, hè, dat je ja. gedaan hebt, maar je krijgt het nu ook wel te horen. Dat is wel zo van, ja, hier is hem dan, de redder van het Vlaamse <laughs> lied. En wat heb je nu te zeggen? <laughs> ja, ja, het, dat was, ik heb dat voor het eerst echt zo superhelder uh, ondervonden. Dat was de eerste keer dat wij op op Rock Werchter stonden. Hè. Mm -hmm. Dan dan konden daar op, dat was het hoofdpodium openen. Uh, ja, dan je daar niet zeggen van. We gaan een keer iets proberen. Hé. Dan, dan staat het daar met een, een pretentie. Van wij kunnen het. En wij gaan nu uh, inpakken. En dat is ook een uh, ander publiek. Want dat is een publiek dat je iets moet laten doen. Want dat is ja. een festivalpubliek. Dat is niet een publiek dat je zegt. Hey, ik breng hier een nummer van. Uh, dat ja. doe je niet. Hè, nee, valla, Je kunt ja, ja. toch. Alles ik? wordt groter. Ja. Gewoon automatisch. Hè? Maar je hebt toch genoten toen? Mm. Ik heb wel genoten. Maar ik heb. Een, een heel goede les gekregen. De avond ervoor speelden wij op uh, Rock for Specials. Mm -hmm. En uh, uh, Bram, onze manager, die. dat was derde jaar, de derde keer dat we daar speelden. En, en iedere keer, ja, dat is zo. Dat's, dat, zijn, uh, dat is een publiek dat echt niet liever doet dan in de handjes klappen en, en mm -hmm. zo doen. Dat is iets dat ik. Van nature altijd denk van, zelf als ik in het publiek sta en ze zeggen waar zijn die handjes, denk ik in mijn zakken. Ja, ja. Uh, <laughs> en hoe meer je het vraagt, hoe minder je ze gaat zien. Mm -hmm. um, en ja, dat was een derde keer dat ik daar stond en dat ik dacht: van Kom, hé, we gaan hier ook niet doen, wij gaan hier ook doen van waar zijn die handjes en. Uh, dus op een nummerlijk kalij over vluchtelingen waren niet per se het, uh, het meest. Uh, de, maar daar zit wel een beat in zo op het ja, einde, dat ja. ik dacht van alle, allemaal. En, ja. en zo. En ik ging er helemaal voor. Ik dacht echt waar, dat maakt niet uit wat dat de inhoud is. En, uh, en ja, heel die wij was plots mee. En, en, uh, en Bram, ik, ik, ik ging van het podium en Bram had zoiets. Morgen, op Rokwater. Hij moet opeens naar je For Special staat. En dat was, maar dat was eigenlijk een. Ergens oh. wel zat er iets, iets uh, van waarheid in, omdat een massa. Is, is iets anders. Iets hè? anders dan ja. in een klein zaalke waar je ja. kunt zeggen: ah, wat zeg jij? Oh, jij gniffelde net even. Uh, of waar je ironie kunt gebruiken. Een, een massa. Versta geen ironie. Je moet echt uh, zeggen van. en nu dit en nu dat. En nu is het voor te lachen en nu is het voor te blijten. Ja. Uh, allee. Ja. Um. Um, als, ik, als ik zie qua scenario's: Bevergem en Grond. dan denk ik ook. Ja, dat is ook wel iemand die. ook wel goed een neus heeft voor. hier doe ik mee en hier doe ik niet mee. Want dat zijn wel twee uiteenlopende dingen. Ja. Maar ze zijn wel alle twee of Succesvol of goed onthaald, of in ieder geval, dat zijn geen missers. Ja. En toch is er niet veel gedaan. Dus dat is, ja. bijna, ik zeg niet krenten uit de pap of zo, maar dat is precies. Als, snap je wat ik wil zeggen? Het is een schoon parcours. Het is niet veel, maar wat het is, is wel ja, los uh, erop. Ja, ik, uh, ik ben echt een strever. Zo, allez, ik wil. Uh, ik vind het heel moeilijk om, om, uh, ja, om, om iets half te doen of uh, maar iets naar buiten te komen waar, waar ik uh, van denk van oh, hier heb ik nu of, of daar zou ik zelf niet, niet naar kijken of zo. Allee, ja. dat is een heel sterk uh, ding dat ik voel van, allee, ik moet zelf echt graag zien en soms uh, kun je in de val trappen als je veel dingen doet van, oh, ik weet ondertussen wel hoe dat ik een song moet schrijven. Hè. Hop, voilà, dit gaat wel marcheren. Uh, dat is een zeer gevaarlijke val. Eigenlijk moet je altijd uh, ervan uitgaan van nee, ik weet het niet. En, uh, en als ik het weet, dan is het omdat ik dat al gedaan heb, dan moet ik iets anders proberen te doen. Dan moet ik weer. Uh, dus dat is één ding van uh, zo heel kritisch zijn: van, uh, wil ik daar andere mensen mee lastigvallen? Ja. Um, en dan, dat zorgt er wel voor dat, dat ik drie keer nadenk voordat voor ik in iets meestap. Uh, of zelfs tien keer, Allee, ik kan, kan er soms lang over twijfelen hoor. Gelijk met mijn grond had ik ook uh, na Bevergem had ik gezegd: nooit meer, ik ga nooit meer uh, in zo'n project stappen. Om, niet omdat ik het niet leuk vond, maar omdat dat de combinatie met, met zesde metaal was ja, heel zwaar. Heel ik had veel werk. Ja. Jonge kinderen ook. En, mm -hmm. en, en plus, je weet echt niet waar dat aan begint. Dat, dat... Je leeft dan ook van deadline naar deadline. En... Ja, en wat een. Bevergim was ook de. de, de, de we zeggen dat de who's who van, van ja. <laughs> dat een hows van West-Vlaamse comedy. Dat was echt niet normaal wie dat daar allemaal in zat. Ja, dat is wel ja. dankzij mijn ja. comedy-verleden dat ik, dat, dat ik daar ja, 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 ingesukkeld ja, ja. ben. Dus dat, dat is wel ook. Uh, dat vond ik wel tof ja. dat ze mij daarvoor uh, gevraagd ja, ja. hadden. Ik kon je nog een paar uh, lezers uh, luisteraars bij. Wanten of handschoenen? Zegt Stan van de Jeugd. <laughs> uh, ja, geef me toch maar handschoenen eigenlijk. Mijn vrouw had me een paar wanten gekocht en. Ten eerste dacht ik, ik stond ergens op een fotoshoot voor de plaats, stond ik met die wanten aan en dacht ik plots: ai, het hm. wandje staat hier uh, plots met de wanten. Ja. Zit, wat, zit er, uh, wat zit er in dat personage van u? Ook oh, cliché, hè, maar uh, de rol dat je in Beverium speelt. Is ja, wel. Het, wat is <laughs> dat uw vrouw zegt: ja, maar dat is niet gespeeld? Um, het denk ik, het moeilijk voor jezelf kunnen opkomen, uh, het voor iedereen goed willen doen. Hm. Um, en uh, mijn, mijn originele insteek voor dat personage, dat is wel geëvolueerd, maar de, de eerste insteek was. wat als Willem Vermanderen voor politieagent was gegaan. <laughs> dat is toch goed dat hij altijd bleef terugkomen? Hè. Ja, voilà. Je ja, ja. moet toch ooit eens een plaat maken, wat zou Willem doen? Of zo. <laughs> <Ja, gewoon. lacht> dat je denkt, ja, dat ja. lijkt ja. wel perfect. En uh, no nog één vraag? Uh, Davy stuurde die door en. Moeilijke vraag, maar wel een vraag die mij gesteld wordt. Wat vind je zelf de mooiste tekst die je ooit geschreven hebt? Um. Hm. Ik moet zeggen, ik, er, er, ja, ik zou er een aantal, of er zijn een aantal die, die mij te binnen schieten, maar wat ik wel heb, mijn, mijn, mijn ploegsteert, allez, dat is nu, ik heb dat nu al duizenden keren gezongen. En daar blijf ik wel het gevoel bij hebben: van... dat was toch een van mijn sterkere uh, momenten. Dat alleen dat ik zo voel, dat zit toch goed in één en die zin, ja, dat is toch een schoon beeld. of Dat ik er mij soms over, allee, nu nog, over kan verbazen. Uh, ik denk van ja, moet ik zo, altijd he? dat niveau halen. Uh. Dat, dat 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 zelfs kan voelen als iets dat je denkt: Imkie dat ooit gedaan. Komt dat eigenlijk van mij? Ja, waar ja, ja. kwam dat vandaan? Ja. ja. Uh, iets waar dat je misschien op het moment dat je denkt: Ah, je denkt van dat is wel een goede zin. ah dat is een goede zin. En, en ah, ja, ah, zo. Dat is natuurlijk ook een cadeautje. Hè. Ja. Dan, uh, alleen, ik zeg maar in de daar: uh, uh, Ik kom er weer, ik ga er staan. En dan op het einde dat dan plots God zegt van kom maar weer uh, ja, ja. ga er staan, dat bedenkt er niet op voorhand hè. dat nee. is dat is plots valt de er... oh! Ja, 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 oh kijk ja, ja. dat ah, nu is het cirkelke rond dat, dat zijn cadeaus um, ja. ter, dat je gewoon moet uh, dankbaar zijn dat je, dat, dat uh, in zijn plooi zo is gevallen dat kan soms zo zo zijn <laughs> dat is helemaal de, de... soms is dat ook een beetje genant hè als je zo moment je schat dat iemand een grap vertelt en ik schiet keihard in de lach. Ik zeg: Maar jongen, geniaal, van wie is zijn? En denk zo, ah. ik, zoiets dat. Ah oh ja, dat is het van een TS show. Maar dat je eerste reactie is: ha, Brilliant. En dan denkt hij zo, ah, van mij. Ja. Maar dan wordt dat ook een beetje zo. Dan denkt hij, ah, voor zijn gast, zo, dan krijgt dat ook iets. Ja, ja. Soms. Maar, maar het is inderdaad zo een aantal van de beste dingen die je zelf gemaakt hebt. Voelen soms als een. Als een als een gave, hè? alsof jij gewoon een doorgeefluik. Ja, ja, je kijkt daar deze... ook met een afstand naar ja. en je denkt: uh, ja. ja, je zijt niet meer die persoon van dat moment ook. Uh, um. mm -hmm. Ja, en andere dingen, denk je van: oh. Ja, also, dat is ook wel kunnen wel <laughs> ja. in de zin dat ik, oh, ik had ook kunnen leven met dat nooit gemokt hebben <laughs> eigenlijk. Is uh. ja. dus ook uh, misschien ook nog een, uh, een, een uh, Ja, je zei. Belangrijk geweest voor, voor Nederlandstalige lied. ook voor En nog altijd. Maar ik bedoel, je hebt daar wel een belangrijke rol in gespeeld. Zoals Filip Koulier dat ook is. En jij, en, en met je eigen dialecten, met, met pop te maken. Zo, hé. Het ook buiten dat, zoals ik al zei, buiten dat stoffig kleinkunstniveau te heffen en iets anders te maken. Nu gebeurt dat veel. Hè. Je hebt veel mensen die in het Nederlands optreden en zingen. En dat is eigenlijk een enorme scene geworden. Je hebt heel ja. populaire artiesten die dat nu doen. Hoe kijkte jij naar? als je zo naar de nieuwe generatie kijkt? Voelde soms dat je de nauwe aan het worden zit? Die je is dat allemaal? Of is het toch zoiets van: wauw, man, zo, het is mooi dat het, dat het zo groot aan het worden is? Of zijn er moderne artiesten waar je naar kijkt en waar je wel bewondering voor hebt? Of waar je van zegt: dat ik knap, cool. En eigenlijk heb ik daar wel een klein beetje, rechtstreeks of onrechtstreeks, om mee geholpen. Ik vind, ik vind dat er heel veel goede dingen gemaakt worden. Ik vind dat, uh, en dat het ook heel, heel divers is. Het, mm -hmm. uh, het, ik vind heel, ja, heel goede popmuziek in, in, in het. Nederlands echt, echt uh, um, ja, uh, ik was, ik was zo op een, uh, uh, een show terechtgekomen. Ik, ga nu, ben heel, ik heb al gezegd dat ik een slecht geheugen heb. Hè. Mm -hmm. Ik ga nu op haar naam niet komen, maar een Nederlandse zangeres, die zo echt met superveel energie staat te zingen. En, uh, als je, als je... Het is niet meer hè. Ja, het is meer al. Oké, was okay. daar, Ik was daar in een AB mm -hmm. voor, voor iets anders en, uh, en dat optreden was bezig en ik stak even mijn hoofd binnen. Ja, hoe, de energie die daarvan afspatte, dat is, dat is niet. En, allee, ik zet dat thuis niet op, maar mm -hmm. ik stond daar in die zaal en ik dacht: wauw, dat is, dat is de max. En dat dat in het Nederlands gebeurt, maar zo, of zwangere gie bijvoorbeeld, daar. Echt, valt, valt mijn, mijn, mijn mond van open als ik daar naar staat te kijken. Uh, Allee, de, de, de. Dat is ook mooi wat hij met woorden doet. Maar ja, en de, oh. dat, daar zit een poëzie in, maar dat is tegelijkertijd is dat zo. Allee. Street credibility uh, ja. uh, 200%. Uh, pff, dat, 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 ja, dat is ook ja, een wat, is in, in eigen taal. Dat, dat is maar, ook zo. Ja, maar ik is dat niet taal, anders dan en, wat jij doet, want street cred... Ja, ja. Ja, dat is ja. gewoon authenticiteit, hè? dat is toch gewoon ja. het, mm -hmm. Daarom ja. dat werkt, hè? omdat ja. Hij, ja. Doet, hij zegt wat hem voelt. Hè? Ja, en waar, waar ik dan, Brihang bijvoorbeeld, uh, in, mm -hmm. in het West-Vlaams, ik weet de eerste keer dat ik dat hoorde, ja, voor mij was dat geen West-Vlaams. Dat mm -hmm. was zo, het, het verkavelings-West-Vlaams dan, ja. um, waar ik wel zo'n beetje allergisch voor was. En ja, maar dan hoorde hij een paar keer zingen, dan zie je die een keer live bezig en dan, denk, dan zie je plots... Ja, maar dat is gewoon... Dat is hoe de jeugd nu spreekt. Dat is, hoe, hoe, dat is echt zijn taal. Ja. En dan ja, pakt hij mij daar dan toch in mee, waardoor dat er voor mij toch weer een hele wereld openbreekt. Uh, en ja, zo... Paden die ik nooit ga bewandelen, maar die hij bewandelt en dan denk je denkt: ja, dat, dat, dat klopt. En dat. Ja, ik ben ondertussen ben ik, uh, mega fan. Ik vind alles wat hij doet, vind ik, vind ik super mm -hmm. um, Dat is wel het, dat is wel het, het mooie om. Ouder worden ook tegelijkertijd, is dat je ook wel voelt van ah ja, er zijn jonge mensen die het echt op een totaal andere manier gaan doen dan dat ik het toen Absoluut. En soms ja. is dat heel confronterend en voelde ja. wel van, van ja, maar tegelijkertijd ja, is dat ook mooi dat je daar toch voor, voor een of andere manier heb je daar een deel van hebt gemaakt. Hè? Je hebt je ja, ook ja. een soort fundering gelegd voor wat dat daar gebeurt. Dat is, dat is heel tof. Allee, ik kijk er altijd een beetje van op. Nog. Mm -hmm. Zo, uh, uh, als mensen dat zeggen van ja, uh, dat is wel een voorbeeld, uh, ah, ah, ja. Ja. Um, maar ik vind dat dan tof dat dat in de omgekeerde richting ook werkt. Um, ik zeg maar, uh, uh, een paar jaar geleden stonden we op het Festival met ja. uh, het zesde metaal. Mm -hmm. En dan een ja, groot publiek denkt, eh, we moeten hier alles uit de kast halen. Hey, en, en, ja, en daar moeten we een piek hebben, en daar moeten we nog luider. En, de, hey, zo. Mm -hmm. en dan zie de Brihang, ja. en die doet het omgekeerde: die gaat gewoon legt alles stil, mu muis stil en zo. En je voelt heel die tent begint uit zijn dak te gaan. Ja. En zo dat publiek wordt: waaah, en hoe langer dat hem stil blijft, hoe. Ja. En je denkt: wow, ja. dat is zo. Dat is zo, zo slim en zo gedurfd en zo. Uh, ja, te, dat is durven nieuwe, nieuwe paden betreden. En dat vind ik zo tof om, om dat te zien. Zo mensen die zoiets fris doen uit hun eigen. Ik vind altijd: voor mij is dat de graadmeter als ik iets, als ik iets nieuw hoor en zo Mijn oren ploppen zo, zoals dat, er, dat je gaan zwemmen zit en dat er zo ja, 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 ja. plots een beetje water uit je oor uh, uh, komt. Zo, dat, hè? Dat, dat is de max. Maar komen die ook als je zo'n comedian ziet die plots zoiets doet? Dat, ja, dat je zo denkt: oh, oh amai, ja. hè, zo, zo kun je het ook. Ja. Hè? Want dat is ook het ding ja. dat, je, dat je soms, je zit ook maar gelimiteerd bij je, je eigen denk, je wereld en je beeld. En Soms ja. breekt iemand dat open en beseft dat dan ineens van: oh ja, tuurlijk, er zijn nog zoveel andere dingen. Of zo kun je het ook aanpakken. Ja, ja. En dan is, t, dan is de, de moeilijkheid, vind ik, maar uh, ja, in, inderdaad, ouder zijn en je mm -hmm. eigen ding al een beetje afgebakend te hebben. Als ik, allee, ik ben een paar keer met, met Tof van Commerce zo als surprise gast gaan, gaan mee, uh, rappen, zo. Uh, ja Ja. Dat vind ik ongelooflijk leuk om te doen. Dus ergens diep van binnen zou ik eigenlijk ook wel graag iets, iets een keer iets rappen of zo of iets in rap ja, schrijven. Ja. Ik herinner mij hoe uh, Brie Hang had uh, op Naar de Wuppen had hij zo'n rap uh, ja. geschreven. En, en die was een paar keer komen meedoen. Ja, dat was de max. Dat, dat, dat nummer kreeg zo nog, nog een trapje erbij. Ja. En, uh, maar ja, we konden hem natuurlijk niet tot in de eeuwigheid meevragen. En ik dacht, oh, misschien moet ik daar zelf ook nog zo'n stuk oh, bij. De, en ik had dan echt zo'n stuk erbij geschreven dat ik ook uh, uh, ja, een soort uh, rap daarbij uh, deed. En ik heb, ik heb dat ene keer getry-out. <laughs> en ik voelde, ik viel ook zo. Op het einde viel ik ook gewoon door met een tekst. Ja. En er riep iemand in het publiek op de eerste rij... Uh, ja, laat dat maar over aan Bri hangen. Nee. <laughs> maar ik ja. voelde dat ook, van ja, ja, inderdaad, dat klopt niet. Het moet kloppen da bij voilà. jou. Hè. En, het uh, moet kloppen en dat is, dat is het gevaar dat je soms zet, dat je dan de neiging hebt om te denken, Oi, iemand jonger doet dat, ja. dus ik moet dat ook gaan ja, ja, doen, voilà, maar dat dus... zet je niet. <laughs> nee, nee, nee. nee dus, I know. Uh, ja. Ja. Maar uh, misschien nog uh, om mee af te sluiten, want ik denk dat je ook nog eerst naartoe moet. Maar uh, ja, het langste jaar is uh, nu uit. Hè, vanaf vandaag overal te verkrijgen waar dat je het kunt bestellen en vinden. Uh, je hebt ook nog een. Hè, de tour zit eigenlijk. na nou, zo goed als overal ramvol, denk ik. Maar ja. je hebt nog wel een, een, uh, een, een optreden erbij. Zo? Ja, want wij wilden. wij, wij hadden eigenlijk geen uh, speeldatum. Of geen speelplek in Antwerpen. Schandalig. Omdat we het een beetje te klein voor, voor de Lotto Arena en te groot voor kleinere zalen dan. En, uh, dus zijn we uitgekomen dat we op 29 augustus ja. in het OLT gaan spelen. Openluchttheater, rivieren of fantastisch kei, goede locatie. Hè? Geweldig. Dat ja. is echt een van de coolste plekken om te spelen in, uh, in, in België, vind ik eigenlijk. Van alle plaatsen, als je daar een show ja. hebt, dat is bijna altijd top. En daar zijn nog tickets voor. Dat is ook al cool om te weten. Ja, er is ook een minuut online of zo. Dus, uh... dus uh, voilà, en dat zal dan ook zo beetje gedaan zijn. Ja. Maar toch, eh, mochten nog tickets willen bestellen, dan moeten je dat nu doen uh, tijdens uh, deze uitzending is het zover. Dus dat is, uh, dat is cool. goed. Absoluut. Het is ook een beetje symbolisch, want we hebben daar, we hebben daar nog met Tom gespeeld tijdens onze laatste tournee. Mm -hmm. En dan is de uitvaart van Tom is daar ook. geweest. En daar hebben we eigenlijk uh, het langste jaar dat lied gespeeld met uh, de, een autom automatische piano uh, die Tom zijn partijen speelde. Dus... Ja. Dat was, cool. dat was echt. Uh, voor ons was dat ook van we gaan nog één keer met Tom spelen. Hij zat er fysiek niet bij, maar dat was echt. Omdat het was echt letterlijk de partij die hij in de studio had gespeeld. En. Dat. dat zo zot. Dat. Uh, ja, gewoon. Zijn, zijn een touch en zo. Dat, dat was dat. En je voelde mm -hmm. dat in, in heel dat OLT. Dat was Tom die nog. ...van de andere kant uh, meespeelde. Nee. Ja, schoon. Ik heb er tralen van in mijn ogen. Zo. Uh, ja, Wannes, merci veraf te komen, man. Het was uh, zalig. Ik ben blij dat je hier eindelijk gerokt hebt. We hebben elkaar al een hele tijd niet meer gezien, maar uh, ik heb het gevoel dat het intussen wel goed gegaan is met jou, dus, uh, is <laughs> We zijn toch ja. blij, uiteindelijk godsdienstwetenschap, interessant, maar dan was er toch een muzikant verloren gegaan. Dus we zijn uh, blij ja. dat je die richting gekomen bent. <laughs> voilà, uh, nieuwste plaat, uh, het langste jaar uit nu van het zesde metaal. Uh, tickets ook voor de show en alles, allemaal op uh, het kunnen metaal.be. daar allemaal. Uh, ja. voila, winkels uiteraard, maar ook online, al dat soort dingen checken die handel uh, ook het langste jaar zelf is een, een hele schone tekst god ook over Tom dus mega cool dus uh, ja merci voor af te komen het, heel het was, heel uh, graag gedaan het was, het was uh, zalig fijn. en uh, Tom rest in peace uh, het was uh, fantastisch om nog eens iets te horen over die hele grote meneer en dat was het voor ons voor deze week uh, ik ben Alex dat is Andries dat is Marijke. samen zijn wij Welcome to the AA en volgende week zijn we er weer terug when we make Monday great again The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. uh -huh. ik ben hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zijn de besteden na te vijf. Rimmels of kum, wie en de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.